Goedemiddag. Ik heropen de vergadering. Voor de mensen die meegekeken hebben, hebben gezien dat een aantal Kamerleden te laat was. En ook de minister. En dat wij hebben aangegeven dat er voor straf een aantal push-ups gedaan moeten worden. Nu, om het vertrouwen in de politiek ook weer terug te winnen, lijkt het mij eigenlijk wel dat de heren ook hun belofte na moeten komen. Maar nu zijn er maar twee aanwezig. Dat is meneer Boulakjaar van D66 en onze minister. Dus ik zou zeggen, het is aan u. En laten we zeggen, geen 20, maar 5. Nou, volgens mij moeten we eerst even het debat doen. Kijken we daarna verder. Ja. Maar, maar dan aan het eind. 5. Als de heer Klaver ook meedoet. Ja, maar dan gaan we regelen. Dus samen uit, samen thuis. Zeker. En meneer Grimwis ook trouwens. Zeker. Goed. Fijn dat u er. Die komt nooit meer terug. Fijn dat u er weer bent, minister. Aan u is het woord. Voorzitter, dank u wel. En dank voor de vele vragen die zijn gesteld. Dat zou het zomaar eens tot een boeiende middag kunnen maken. En ik dacht, we gaan het in 3 blokken doen. Ik begin met de woningbouw. Daarna gaan we naar de betaalbaarheid. En bij de start van het blokje betaalbaarheid wil ik graag de prestatieafspraken met de woningcorporaties en de woonbond en de gemeente toelichten. En dan gaan we tot slot naar alle vragen die raken aan de aandachtsgroepen. En ik heb dus, voorzitter, dat is toch wel een doorbreking van een trend. Ik heb dus geen blokje overig. Het komt omdat u buitengewoon helder en geordend de vraag heeft gesteld, denk ik. En zeer to the point. Dus, dat is fijn. En dan wil ik nog even met de collega's afspreken. 4 interrupties naar de minister. Ja? Prima. Goed. Nou, voorzitter. Allereerst het punt van de woningbouw en het punt van de regie op die woningbouw. Brengt mij eigenlijk bij datgene wat ik ook de vorige keer heb gezegd. Ik vind dat we met elkaar heel veel meer regie te nemen hebben, met heel veel meer tempo, meer betaalbare woningen moeten neerzetten. En ons veel meer druk moeten maken over de vraag, gaat het ons nou lukken of niet? En dat is de reden dat ik ben gestart met het schetsen van de analyse over de afgelopen 10 jaar. Dat ik ben gestart met het neerzetten van de Nationale Woningbouwagenda, waarin we het bouwen van die 900.000 woningen, het bouwen van 2/3 betaalbare woningen, tot de kern van de beleidsagenda rondom de volkshuisvesting hebben gemaakt. Ik heb daarin 6 volkshuisvestelijke programma's aangekondigd, waarvan woningbouw de eerste is, betaalbaarheid de tweede was. En zo werken we alle volkshuisvestelijke thema's die prioriteit hebben de komende jaren, werken we af in een programmatische sturing. En dat is de manier waarop we regie nemen. Waar heeft dat concreet al toe geleid sinds de start van deze kabinetsperiode? Dat heeft concreet geleid A, tot het maken van indicatieve afspraken ten aanzien van de woningbouw per provincie. Die heeft u gekregen. Die afspraken zijn op 1 juni van kracht geworden. Die worden nu definitief gemaakt onderweg naar 1 oktober. Om in het laatste kwartaal van het jaar te worden vertaald naar regionale woondeals, 45 regionale woondeals. En daarin worden heel concreet de afspraken gemaakt over aantallen woningen, over de betaalbaarheidstypologieën, over de doelgroepen, over de locaties. Om zodoende te weten, zijn we nou daadwerkelijk bezig de klus die we hebben met elkaar waar te maken of niet. 900.000 woningen tot en met 2030, waarvan 2/3 betaalbaar. 2/3 betaalbaar valt uiteen in 2 delen. 350.000 voor middengroepen, middenhuur, betaalbare koop. 250.000 sociaal. Telt op tot 600.000 woningen, dus 2/3 van de 900.000 betaalbare woningen. En zo voldoe ik aan de opdracht die ik heb meegekregen uit het regeerakkoord. Dat is de lijn van de bestuurlijke afspraak. De tweede lijn is natuurlijk de budgettaire ondersteuning, dus de financiële ondersteuning. Ook dat is een vorm van het voeren van regie. En dat betekent bijvoorbeeld rondom de WBI, ik kom daar later op terug, rondom de WBI, dat de vierde tranche wordt opengesteld net na de zomer. Dat betekent dat de vijfde tranche nog voor het einde van het jaar moet worden opengesteld. En dat betekent dat de 7,5 miljard aan inframiddelen in het laatste kwartaal moeten worden beschikt. En we hebben een deel van de besluitvorming daarover al naar voren getrokken. Dus dat is ook al een concreet resultaat, een concrete stap moet ik eigenlijk zeggen, onderweg naar het resultaat die we al hebben gezet. Dus 1,2 miljard van de 7,5 is al weggezet. En de overige middelen op infragebied die we nodig hebben om woningbouwprojecten los te trekken,
Die zullen in het laatste kwartaal van het jaar worden beschikt. Dan de prestatieafspraken met de woningcorporatie. Ik licht die zo meteen toe. Die prestatieafspraken hebben we vandaag gelukkig kunnen tekenen met de woningcorporatie, met Woonbond, met gemeenten. Die prestatieafspraken zijn de basis voor de prestatieafspraken die lokaal worden gemaakt, vaak in december, met de lokale woningcorporaties en de huurders. Zodoende hebben we een daadwerkelijke doorvertaling van de afspraken die we maken per provincie, afspraken die we maken per regio en lokale afspraken die we maken tussen gemeenten en woningcorporaties en huurders. En dat maakt dat we op de lijn van de bestuurlijke afspraken en op de lijn van het geld eigenlijk die regie op een manier aan het hernemen zijn die natuurlijk echt wel te zien is als een trendbreuk met de afgelopen jaren. Zo hebben wij nooit gestuurd in de afgelopen jaren. Zo hadden we, vind ik, wel moeten sturen in de afgelopen jaren, omdat we daarmee veel concreter inzetten op het resultaat. Omdat het resultaat eigenlijk het enige is dat ons daadwerkelijk verder helpt en waar mensen die zitten te wachten op een betaalbare woning daadwerkelijk behoefte aan hebben. Vraag en aanbod in evenwicht, vraagt de heer Van Hagen. Hoe doe je dat dan, vraag en aanbod in evenwicht? Dat is een zeer terechte vraag. Die 900.000 is de uitkomst van onderzoek dat we hebben gedaan, waarin de demografische ontwikkeling is meegenomen, waarin de huidige stand is meegenomen ten aanzien van het woningtekort en waarin ook is verdisconteerd dat je uiteindelijk, daar waar we nu, ik vrees inmiddels door de 4% aan woningtekort heen zitten. De laatste officiële cijfer is 3,9%, maar je moet niet uitsluiten dat we inmiddels de 4 hebben aangetikt. En dat moet je terugbrengen naar 2. Waarom 2 en waarom niet 0? Omdat er altijd iets van marktspanning moet zijn, omdat anders de prijzen opeens heel erg zouden kunnen gaan kelderen. Dan zou je een overschot hebben, dat moet je ook niet willen. Dus vraag en aanbod moeten inderdaad in evenwicht. En een gezond evenwicht, gezonde marktspanning is 2%. Dus daar sturen we op. En ik heb ook gezegd, kijk, die 900.000 is het nu. Maar de demografische ontwikkeling, bijvoorbeeld als gevolg van migratie, is natuurlijk geen statisch gegeven. Dus dat zou ook wel eens nog tot een ander getal kunnen leiden. En dat betekent dat je eigenlijk jaarlijks de pijlstok erin moet steken. Alleen de beslissingen tot en met einde dit jaar maken we op 900.000. Dus we gaan niet de hele tijd dat getal ter discussie zitten stellen, maken we op 900.000. En in reactie op de heer Kops, die zegt, ja, nou heeft u ook nog gezegd dat die 100.000 niet in één jaar te bereiken zijn. Kennelijk dicht de heer Kops bijna bijbelse scheppingskracht toe. Uiteraard niet, zou ik willen zeggen. Wat we doen is dat we toewerken naar 100.000 en zo staat het ook in het regeerakkoord. Dus er staat 900.000, er staat 2/3 betaalbaar, toewerken naar 100.000. Ik heb gezegd het eerste jaartal waarin dat, als we heel erg hard werken, reëel zou kunnen zijn, is 2024. Maar ik benadruk ook, dat is heel hard werken. En inderdaad heb ik gezegd, ik kan niet toveren, maar ik kan wel heel hard werken. Minister, u heeft een interruptie van meneer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het eigenlijk wel een heel goed antwoord. Er wordt dus toegewerkt naar die 2% en met 900.000 extra huizen. Maar ik ben benieuwd of jullie ook hebben bekeken, of de ambtenaren dat hebben bekeken, wat al die andere extra knoppen zijn waar we aan kunnen draaien en hoeveel dat dan zou uitmaken. Zoals bijvoorbeeld die kostendelennorm die ik heb genoemd, die 130.000 recreatiewoningen, het splitsen, woningdelen, verdiepetje erop. Ah, daar komt u nog op terug. Nou, sorry. Kom ik allemaal terug. Nee, want ik heb die vragen goed gehoord. Minister, u heeft ook nog een interruptie van meneer Kops. Ja, voorzitter, over de 900.000 te bouwen woningen in 2030. De minister van Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar laten weten dat daarvan, van die woningbehoefte, maar liefst 3/4 bedoeld is voor migratie. 3/4. Dus 1/4 daarvan is bedoeld voor de natuurlijke aanwas. Verschil tussen geboorte en sterfte. Erkent de minister dan, kan hij met ja of nee beantwoorden, dat immigratie die woningnood juist alleen maar verder aanjaagt en dat we zonder immigratie een veel kleinere woningopgave hadden gehad. Erkent hij dat? De minister. U kijkt me aan, een beetje bezwerend aan, alsof er iets heel spannends te ontdekken valt, maar natuurlijk is dat zo. We hebben demografische groei. En demografische groei wordt voor een belangrijk deel bepaald door het migratiesaldo. En daarnaast door het feit dat er baby's geboren worden. En dat is een heugelijk feit. En vaak worden er meer baby's geboren dan dat er mensen overlijden. En dat leidt ertoe dat de bevolking groeit. Het is al sinds jaar en dag is dat natuurlijk gewoon de demografische ontwikkeling, de demografische implicatie. Wat je over de afgelopen 10 jaar kunt zeggen, is dat het migratiesaldo een aantal keer naar boven toe is bijgepast. Dus het migratiesaldo is door het CBS vaak lager ingeschat dan de werkelijkheid was. Maar ook
los daarvan, dat is natuurlijk een hele bepalende factor, maar ook los daarvan is er in de afgelopen jaren gewoon veel te weinig gebouwd. Dus bij de analyse om tot 900.000 woningen toe te voegen te komen in de komende 10 jaar, of laten we zeggen de komende 9 jaar, hoe langer we erover praten, hoe korter de tijd is om ze neer te zetten, dat daar eerst een tekort van zo rond de 300.000 woningen moet worden weggewerkt. Dus dat om te beginnen. En daarnaast inderdaad is er een aanname gedaan ten aanzien van het migratiesaldo. En welk migratiesaldo dat is, ja, dat laat zich vaak moeilijker voorspellen dan je vooraf zou willen eigenlijk. En dat heeft er alles mee te maken dat arbeidsmigratie vaak de resultante is van de vraag op de arbeidsmarkt die door werkgevers wordt ingevuld. Dat kennismigratie datzelfde is, plus daarbij opgeteld het resultante is van de mensen die worden uitgenodigd door de kennisinstellingen. En dat daarnaast asielmigratie natuurlijk kan fluctueren. Ik heb u in uw betoog horen zeggen dat er simpele oplossingen zijn, namelijk je zou de immigratie kunnen stoppen. Ik denk dat het niet zo zit. Dat weet u ook dat het zo niet zit. Want er zullen altijd mensen naar Nederland komen. Het is wel zo dat we met elkaar veel meer grip op migratie zullen moeten krijgen. Of dat nou gaat over arbeidsmigratie, of kennismigratie, of asielmigratie. We zullen met elkaar veel meer grip op migratie moeten krijgen. Omdat migratie een enorme impact heeft op de demografische ontwikkeling. De demografische ontwikkeling wordt eigenlijk door twee impactvolle pijlers gedreven. En het ene is migratie, migratiesaldo. En het tweede is de vergrijzing. En die twee demografische pijlers, ja, die zijn zeer bepalend voor de woningbehoeften voor de komende 10 jaar, voor de komende 20 jaar. Dus daar meer grip op krijgen. Nou, de vergrijzing is niet zo makkelijk om meer grip op te krijgen, want die mensen zijn al een tijdje geleden geboren natuurlijk. Maar migratie zouden we meer grip op moeten willen krijgen, omdat we daarmee sturender kunnen zijn in de demografische ontwikkeling. Dus niet voor niks heeft ook het regeerakkoord benoemd dat je een beleidsmatig richtgetal zou moeten willen hebben daar waar het gaat over migratie. Want migratie is bepalend voor de demografische groei. En de demografische groei is ongelooflijk bepalend voor onder andere de woningbouw, maar ook voor de zorg. En daar hoort wel bij dat je daar toch ook weer van moet zeggen. Kijk, nul migratie kan niet. Dat is ook gewoon niet te organiseren. Maar dat zou een land ook niet moeten willen. Omdat geen migratie zou krimp betekenen. En krimp is natuurlijk leidt tot economisch verval. Nou ja, je zou eens naar Japan moeten kijken, bijvoorbeeld, daar zie je de demografische krimp, dat is niet mogelijk. Dus aan de ene kant zullen we migratie ook gewoon nodig hebben. Je zou er alleen selectiever in willen zijn. Dus je zou daar veel gerichter ook keuzes in willen kunnen maken. In ieder geval meer grip op migratie willen kunnen organiseren. Opdat die keuzes ook mogelijk zijn. En opdat je ook kunt voorzien in wat het vervolgens vraagt. Dus we zullen het nodig hebben, ook voor onze arbeidsmarkt, maar selectiever dan nu. En met meer grip dan we op dit moment hebben op het migratiesaldo. Dank u wel, minister. Gaat u door. Ja. Het korte antwoord was ja geweest. U heeft nog een aanvullende vraag, meneer Kops? Ja, voorzitter. Want als ik minister goed heb begrepen, dan zei hij dus dat we voor onze eigen mensen, de Nederlanders, dat tekort van 300.000 woningen moeten wegwerken. Dan zou het dus opgelost zijn. En dus alle woningen die we dan de komende 10 jaar nog gaan bijbouwen, extra daarbovenop, zouden dan zijn voor immigratie. En dat vind ik nogal wat, voorzitter. En recent heeft de minister naar ons een rapport gestuurd, het woononderzoek, een paar weken geleden. En als je daar die grafiek ziet, waarschijnlijk niet heel goed te zien op de camera, maar dat is echt schokkend. Die stijgende lijn omhoog is dan het migratiesaldo, 108.000 mensen. En die dalende lijn is dan de natuurlijke aanwas, die daalt. Dat zijn er maar 8.000. Dat is nogal wat. Migratiesaldo, 108.000. En de natuurlijke aanwas is 8.000. Dan moet de minister tot de conclusie trekken dat we feitelijk, ja, in de praktijk alleen maar voor de komende jaren dan alleen maar voor migratie aan het bouwen zijn. En dan in combinatie met de voorrang die statushouders krijgen. De minister heeft het over 250.000 sociale huurwoningen die moeten worden bijgebouwd. Hoeveel dat netto dan gaat opleveren, moeten we nog maar afwachten. Maar als die dan met voorrang worden weggegeven aan statushouders, de asielzoekers die maar blijven binnenstromen, wat hebben de Nederlanders daar dan in vredesnaam aan? De minister. Eerst toch misschien, u trekt in uw eerste zinnen, namelijk hoe we dan even tekort weg te werken en dan daarna alles wat je daarna daarbovenop bouwt is dus voor het migratiesaldo, die is onjuist. Dat kunt u zo niet zeggen, want er zijn mensen die er nu wonen en die nu nog geen huis willen kopen, maar over 3 jaar wel. Dus die komen er dan weer bij. Het woningtekort is niet een statisch gegeven.
En er is ook inderdaad geen sprake van een gelijkblijvende bevolking. Nog door natuurlijke aanwas, nog door het migratiesaldo. De demografische ontwikkeling laat sowieso groei zien. De afgelopen 10 jaar, ook de komende 10 jaar, zal de demografische ontwikkeling groei laten zien. En gelukkig maar. Want de demografische ontwikkeling met krimp leidt tot een enorme economische recessie die we ons helemaal niet kunnen veroorloven. Leidt tot arbeidsmarkttekorten die we ons niet kunnen veroorloven. Dus we zullen arbeidsmigratie nodig hebben. We zullen alleen ook meer grip nodig hebben. En daar ben ik het weer wel eens. Waarom hebben we ook meer grip nodig? Om daarmee ook veel beter dan we in de afgelopen jaren kennelijk in staat zijn geweest, veel beter te kunnen voorzien in de woningbehoeften die dat met zich meebrengt. En als, neem even arbeidsmigratie, als de resultante van het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt gewoon puur de vraag is van werkgevers, zonder dat daar een toets op is van, ja, maar kan dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk wel voldoende selectief? Kunnen die mensen eigenlijk wel ergens wonen? Ja, dan zit het halve Westland vol met arbeidsmigranten. Wonen ze allemaal op Rotterdam-Zuid en in de Haag-Zuidwest. En natuurlijk heeft dat een impact voor de lokale woningmarktsituatie in die steden. Dus we moeten toe naar meer grip. We moeten toe naar een selectievere benadering. En niet voor niets spreekt het regeerakkoord als opdracht aan het kabinet om te komen tot een beleidsmatig richtgetal. Dat is één element. Het tweede is dat u zo'n scherp onderscheid maakt. Dat heb ik u vorige week ook horen doen bij het bespreken van uw initiatiefwet over bouwen voor de Nederlanders en huizen voor statushouders. Dat vind ik problematisch om een aantal redenen. Allereerst is de mensen die een status krijgen, dat zijn mensen die zijn gevlucht, die hebben hun vluchtverhaal gedaan en daar is een toets op geweest. En die toets heeft uitgewezen dat zij op grond van alle wetten die we hier met elkaar hebben aangenomen het recht hebben om hier te zijn. En daarmee vallen ze ook gewoon onder mijn opdracht, mijn grondwettelijke opdracht, en dat is ook uw grondwettelijke opdracht, om te zorgen en te voorzien in voldoende huisvesting. Want we mogen er echt niet van uitgaan dat ze daar zelf in kunnen voorzien. En dat kan ook niet, want ze hebben zich niet 10 jaar geleden op de wachtlijst laten plaatsen. Dus dat scherpe onderscheid wat u aanbrengt tussen statushouders en de Nederlanders, ik denk dat dat, als het gaat over onze grondwettelijke opdracht, op die manier niet te maken is. Wat wel betekent op dit moment, de COA-opvang zit heel erg vol. Waarom zit die ook zo vol? Omdat het heel moeilijk is om statushouders daadwerkelijk uit te plaatsen. En omdat het zo moeilijk is, is er steeds meer opvang nodig. Dus als je daar niet in voorziet, in die huizen niet voorziet, is de impact daarvan ook dat je veel meer asielopvang moet creëren. Ik denk dat geen enkele gemeente daarop zit te wachten, ook geen enkele politieke partij daarop zit te wachten. Kortom, wat we gewoon überhaupt zullen moeten doen, is bouwen voor de woningbehoeften die we hebben in Nederland. En die woningbehoefte die is enorm. Het tekort is enorm. Het is enorm dringen in de sociale huisvesting. En daarom, ik zal het zo toelichten, ben ik ook heel blij met het akkoord dat we vandaag hebben gesloten. Omdat we heel veel meer sociale huisvesting nodig hebben. Dank u wel, meneer Krops. Ja, heel kort, voorzitter. De minister zegt dat ik, zoals ik vorige week blijkbaar zou hebben gedaan, een onderscheid maak tussen de Nederlanders en statushouders. Het tegendeel is dus waar. En dan heb ik een vraag. Want als de minister dan zegt van, we hebben onze grondwettelijke taak om te voorzien in de huisvesting ook voor statushouders. Dan verwijs ik graag naar de Vreemdelingenwet 2000, waarin staat dat statushouders die een status hebben gekregen dezelfde rechten en plichten hebben als Nederlanders. Dezelfde rechten en plichten. Dan is mijn vraag waarom de minister dan die statushouders toch voorrang wil blijven geven, waarmee hij de statushouders voortrekt boven de Nederlanders. Als hij zegt dat zij gelijk moeten worden behandeld. Waarom dan voorrang specifiek voor statushouders op basis van een status die een Nederlandse woningzoekende niet heeft en nooit zal kunnen krijgen? De minister. Ja, ook dit elementje hebben we vorige week denk ik uitbundig uitgeboord in het debat dat ik had met u. Kijk, het woord voorrang of voortrekken ten opzichte van de Nederlanders, daarmee maakt u het onderscheid weer waarvan u een zin eerder had ontkend dat u het onderscheid maakt. Maar dat is een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Namelijk iedereen die niet de kans heeft gehad om op een wachtlijst te gaan staan, iedereen die zo dringend behoefte heeft aan een nieuwe woning, bijvoorbeeld omdat hij een plekje van een ander bezet houdt, bijvoorbeeld iemand die uit de GGZ komt, terug naar huis kan. Als die niet terug naar huis gaat, dan kan er ook geen nieuwe instroom in de GGZ zijn. Dus dan heb je meer GGZ-plekken nodig om bij te bouwen, omdat de uitstroom niet op orde is. En daarom hanteren de meeste gemeenten voor de uitstroom van mensen uit een zorginstelling, hanteren ze voorrang. Hanteren ze urgentie, is eigenlijk een beter woord dan voorrang. Voorrang zou suggereren dat
dat voordat alle anderen aan de beurt komen, eerst deze groep helemaal aan de beurt moet zijn geweest. Dat is niet zo. Het is vaak urgentie in het toewijzingspercentage. En dat betekent bijvoorbeeld voor statushouders dat we meestal tussen de 5% en 10% aan woningen ter beschikking hebben voor statushouders. Omdat ze anders in die asielopvang blijven zitten. En nogmaals, dat heeft als effect dat je de hele tijd nieuwe asielzoekerscentra moet zitten bijbouwen. En dat wil niemand. En dus is het fijn als ze kunnen doorstromen naar een woning. En dat doen we dus ook. En dat doen we eigenlijk met alle andere groepen die niet kunnen blijven op de plek waar ze op dit moment zitten. Dus daarin wordt juist geen onderscheid gemaakt. Daarin behandelen we juist statushouders op dezelfde manier als andere groepen die een grote urgentie hebben om aan een woning te komen. Meneer Van Hagen. En daarna meneer De Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp die angst voor een beetje krimp niet. We zitten nu in een totaal overspannen markt. Hè. Het land is voller dan vol. De enorme druk op de zorg, op het onderwijs, op het verkeer en ook op de woningmarkt. De eigen bevolking krimpt. Dus de aanwas komt door migranten. En dan zegt de minister ook nog, nou, we hebben die arbeidsmigranten nodig. Dus het zijn helemaal niet alleen maar arbeidsmigranten. We hebben heel veel mensen die asiel zoeken hier op basis van ons vluchtelingenverdrag. Dus ik zou zeggen, nou, probeer nou dat systeem iets te dempen door wel een aantal jaar krimp te accepteren. Dus ik begrijp niet helemaal waarom we zo bang zijn voor krimp. Misschien kan de minister dat nog eens uitleggen. De minister. Nou, ik denk dat bij krimp, ja, het is heel interessant om die demografische scenario's goed op je in te laten werken. Bij krimp weten we dat welk deel van de bevolking krimpt. We hebben namelijk een demografische groei op dit moment, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de migratiesaldo, maar hebben daarnaast natuurlijk een enorme vergrijzing. En overigens hebben we ook nog steeds groei door natuurlijke aanwas, zij het veel kleiner. En als je die bewegingen optelt, namelijk migratie en vergrijzing optelt, dan zie je dat de impact daarvan op de samenleving enorm is. En dus zeggen we ook, hè, ook als kabinet zeggen we moeten meer grip op migratie organiseren. We zeggen ook als kabinet we moeten toe naar een beleidsmatig richtgetal. Alleen iedereen die denkt met nul migratie wordt het ook wel, gaat het ook wel goed, die moet zich wel realiseren dat waar we nu al enorme tekorten hebben op de arbeidsmarkt, echt in werkelijk alle sectoren, dat met nul arbeidsmigratie daadwerkelijk een krimpscenario, met name krimp hebt op de bevolking, die op dat bevolkingsdeel dat ook van toegevoegde waarde kan zijn op de arbeidsmarkt. En dat is iets dat we ons gewoon niet kunnen veroorloven. Je ziet ook in alle landen met een demografische krimp dat de kosten, zeker de kosten van vergrijzing, veel hoger zijn dan de productiviteit of dan de opbrengsten van de mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn. En dat maakt dat krimp eigenlijk in alle gevallen een buitengewoon zorgelijk scenario zou zijn, waarbij de verzorgingstaat eigenlijk gewoon niet meer betaalbaar is. Onze zorg niet meer betaalbaar is, onze uitkeringen niet meer betaalbaar zijn. Dus dat kunnen we op die manier echt nooit voor onze kap nemen. Dus je zult altijd moeten groeien, alleen met hoeveel is de vraag. En daarom zeg ik ook, hè, ik ben het eens met diegenen die zeggen, je zult meer grip op migratie moeten organiseren. We zullen toe moeten naar een beleidsmatig richtgetal daar waar het gaat over migratie. En ja, dat moeten we ook omwille van de enorme impact op de woningbouw. Meneer Van Hagen. Ja, voorzitter, ik begrijp dat de demografische opbouw een bepaalde structuur heeft. Maar er werd net ook gerefereerd aan Japan. Ja, Japan vergrijst, maar Japan zit al jaren in een situatie waarbij de bevolking wat afneemt. Is dat heel erg? Nou, ik ken Japan. Het is helemaal niet zo erg. Alleen, je moet wat slimmer omgaan met alles waar je mee bezig bent. En dat is helemaal niet erg. En zeker in een overspannen situatie als die van Nederland zou ik toch ervoor pleiten dat je niet insteekt of blijft insteken op bevolkingsgroei tegen de klippen op. Want dat is een niet houdbaar systeem. Dus je moet ergens moet dat stabiliseren. En dan lijkt me de makkelijkste knop waar je aan kan draaien de migratieknop. En dan stabiliseert het wat meer. En dan heb je in ieder geval wat meer rust op de zorg, onderwijs, verkeer en woningmarkt. De minister. Ja, voordat we hier als halve Japan-deskundige door het leven denken te kunnen gaan. Ik ben geen groot Japan-kenner. Ik ben er wel geweest. En heb ook veel met collega's daar het contact gehad toen. En men maakt zich waanzinnig veel zorgen over de vergrijzing. En over de ontgroening tegelijkertijd. Sterker nog, daar waar Japan eigenlijk altijd een zeer, zeer, zeer restrictief migratiebeleid had, hebben ze voor het eerst alsnog toch maar aan een migratiebeleid gedaan, omdat ze anders hun arbeidsmarkt niet meer overeind kunnen houden. En dat leidt gewoon tot economische krimp. Een economische krimp die maakt dat je de verzorgingstaat niet meer kunt financieren. Dus iedereen die pleit voor nul migratie, pleit de facto voor krimp. En krimp is desastreus. Tegelijkertijd, dat betekent ook niet dat je migratie ongeremd kunt laten doorgaan. Want ook dat kan vrij desastreus uitpakken voor de verdringing bijvoorbeeld in de sociale huur. Voor een groei die je niet kunt accommoderen. Dus dat ben ik weer wel met u eens.
Ongeremd kan het niet. Je zult toe moeten naar meer grip op migratie, meer grip op de demografie en ook op de implicaties van de demografische ontwikkeling. Het is eigenlijk best heel gek dat wij zo weinig politiek debat wijden aan de demografische ontwikkeling, omdat de demografische ontwikkeling op een geweldige manier impact heeft op de manier waarop we ons land kunnen organiseren. Dank u wel, minister. Meneer Van Hagen nog. Ja, tot slot. Ja, ik denk helemaal niet dat het zo'n groot probleem is. Kijk, als de samenleving meer welvaart heeft, dan zie je het aantal kinderen omlaag gaan. En dan vergrijst de bevolking en dan heb je een waterhoofd van oudere mensen. En dat is een periode waar je even doorheen moet. En als je daar doorheen gaat, dan krijg je weer een normale opbouw en dan is er niks aan de hand. Alleen, ja, je zult daar via innovatieve oplossingen zullen wat aan moeten doen. Maar het is niet zo dat je land dan helemaal in elkaar zakt. Natuurlijk niet. Heeft u nog een vraag voor de minister? Ik ben het echt niet eens met deze analyse. Als je kijkt naar de bevolkingsopbouw, dan zijn er zo ongelooflijk veel mensen geboren in de periode na de oorlog. De babyboom-generatie is zo'n grote generatie. Dat het niet even een tijdelijk waterhoofd is. Wat ik ook een heel lelijk woord vind overigens. Maar dat is gewoon een hele grote generatie die zorg zal nodig hebben. Die ook natuurlijk moet kunnen leunen op de verzorgingsstaat die we met elkaar hebben opgebouwd. En als je dat onvoldoende daadwerkelijk kunt voorzien van een zorg, hè, voldoende mensen in de zorg bijvoorbeeld die dat aankunnen, of van voldoende woningen om dat op een goede manier te kunnen realiseren, ja, dan hebben we, denk ik, met elkaar echt een enorme zorg te pakken. Dus dat kunnen we ons echt niet veroorloven. Ik ga het experiment ook niet aan. Dank u wel, minister. Meneer De Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit even aan op het interruptiedebatje tussen de minister en de heer Kops van de PVV. Dat ging over het huisvesting van statushouders. Nou, zoals de minister weet, is de VVD pleitverzorger om ook vooral voor de korte termijn met name ook tijdelijke woningen, flexwoningen te realiseren. Afgelopen dinsdag is daar nog een motie over aangenomen om dat ook vooral te inventariseren. En overigens niet alleen voor statushouders, ook voor andere wachtenden, studenten, andere spoedzoekers die, ja, gezien ook de hoze aan het tekort dat we hebben, misschien dat daarin een oplossing schuilt die we snel kunnen realiseren. Mijn vraag echter aan de minister is ook, en dat schoot mij net te binnen, is dat natuurlijk net die prestatieafspraken zijn gepresenteerd. In het coalitieakkoord hebben we inderdaad ook afgesproken dat we per jaar 15.000 tijdelijke woningen gaan plaatsen. Maar dat ik die eigenlijk in die prestatieafspraken niet terugvind. En ook op een ander tableau eigenlijk niet terugvind. Dus mijn vraag aan de minister is, hè, hoe gaat hij die stroom van 15.000 tijdelijke woningen per jaar op gang brengen? En ik snap dat de vraag misschien niet voorbereid is, maar misschien de minister nog wat over kan zeggen. Minister? Ik doe dit werk nu een tijdje. En dit is ongeveer mijn dagelijks werk, dus dat komt wel goed. Kijk, de afspraak is gemaakt met Edes en met de Woonbond en met de gemeente om te voorzien in die 250.000 van de 900.000 nieuw te bouwen sociale woningen. Dat zou voor een deel zouden dat ook flexwoningen kunnen zijn. Sterker nog, de snelste toevoeging van sociale woningbouw is flex. Het is niet de enige toevoeging aan sociale woningbouw, maar wel de snelste. Hè. Dus bovenop de plannen zoals die er nu al zijn, is dit de snelste manier van toevoegen. Wat ik daar op dit moment mee doe, is dat ik, en ook vandaag weer, met bouwers, met woningcorporaties, met gemeenten om tafel zit. Eigenlijk omdat we hen nodig hebben, en met de taskforce die we daarvoor hebben ingericht, omdat we hen nodig hebben om die versnelling maximaal te realiseren. Nou, aan de kant van de bouwers betekent dat het maximeren van het toevoegen van de opdrachten om de fabriekscapaciteit ten volle te benutten en ook op te schalen. Daarvoor zeggen bouwers, nou prima, als je ons de opdracht geeft, dan kunnen we het maximale doen. Ook zij hebben natuurlijk te maken met een krappe arbeidsmarkt en zo, maar daar zit echt nog wel rek en ruimte in. En wat ik heel precies met hen wil afspreken, is welke rek en ruimte dat dan is. U heeft gezien, en de heer Blokjaar refereerde daar ook aan, dat Edes samen met de meer conceptuele bouwers eigenlijk heeft gezegd, wij zouden er denken we wel 10.000 kunnen realiseren. Nou, dat ben ik met ze aan het uitlopen. Is dat dan 10.000 ten opzichte van datgene wat er nu al in de pijplijn zit? Of is dat 10.000 dit jaar? Of is dat 10.000 onderweg naar de zomer 23? Nou, die getallen die dubbelen nog een beetje. Dus ik pas zelf nog eventjes met het noemen van een spannender getal dan ik tot op heden heb gedaan. Namelijk 5.000 waren we sowieso al van plan. 2.500 daarbovenop in de tweede helft van dit jaar. Ik vind dat dat zou moeten kunnen. Dus mijn sommetje loopt nu tot aan 7.500, maar ik ben aan het kijken of ik dat verder kan verhogen. Bouwers zeggen, ja, wij kunnen best een hele hoop doen, maar we hebben zekerheid nodig in de opdrachtverlening. Dat is één. Twee is, zou je denken, nou, de corporaties hebben nu geld, hè, want de afschaffing verhuurdersheffing betekent echt serieus meer investeringsvolume, dus doe dat dan. Maar corporaties zeggen, ja, wij willen die woning wel bestellen, maar dan moeten ze wel ergens kunnen komen te staan, want als ze niet ergens kunnen komen te staan, kunnen we geen huur innen. En als we geen huur kunnen innen, dan gaat iedere business case natuurlijk mis. Dus wat we moeten doen is woningcorporaties de zekerheid geven, middels het beschikbaar stellen van voldoende ruimte, de zekerheid bieden dat ze die woningen kwijt kunnen.
En tot slot, aan de kant van de gemeente. Die hebben inderdaad vaak wel grond. Overigens, heel veel grond is natuurlijk helemaal niet van de gemeente. Maar die hebben vaak echt wel de behoefte aan tijdelijke woningen. Overigens niet alleen voor statushouders, maar voor alle spoedzoekers. Tijdelijke woningen. Meer tijdelijke woningen toevoegen willen ze best. Maar procedures zijn vaak ingewikkeld. En de bemanning van gemeenten houdt niet over. Want dit betekent heel veel nieuwe procedures doen. Heel veel nieuwe vergunningen verstrekken in een hele korte tijd. Nou, en hoe zijn dan exact de regels op dit moment? En hoe kun je die regels ook zo handig mogelijk toepassen, zo praktisch mogelijk toepassen in zo'n flexibele woningbouwsituatie? Kortom, dat is allemaal het werk van die taskforce. En dat proberen we aan alle kanten te versnellen. Er is ook extra geld ter beschikking om aan garantieregelingen te doen voor de opdrachtgevende partijen in de richting van hun bouwers. En wat ik wil doen, is dat ook echt een beetje coördineren. Want als we dat ongeveer laten gebeuren, dan verwacht ik dat iedereen toch onzekerheid op onzekerheid stapelt. En dat er uiteindelijk in het resultaat gewoon iets suboptimaals wordt bereikt. Dus we moeten dat resultaat maximeren. De snelheid waarmee ze worden gerealiseerd maximeren. En dat is precies de taak van de taskforce. Meneer De Groot. Ja, dank, voorzitter. Nou ja, ik ben echt heel erg blij met het enthousiasme van de minister als het hier om dit onderwerp gaat. Dus complimenten daarvoor. Mijn afdronk van het antwoord van de minister is ook wel, hè, van die 250.000 woningen die we de komende 8 jaar gaan bouwen, dan kunnen we dan wel eens, nou, als het dit jaar al 7.500 is, dan kunnen we misschien wel eens richting 100.000 corporatiewoningen die dan tijdelijk of flex zijn gaan. En dan is ook mijn vraag om, nou, misschien de minister ook een beetje te helpen, hè. De minister heeft natuurlijk de plancapaciteit in Nederland geïnventariseerd, waarbij er best wel veel plancapaciteit, misschien nog wel 10 jaar of langer, moet wachten voordat daar echt een permanente ontwikkeling kan komen. Is dat ook juist niet iets wat ingezet kan worden voor die locaties? Want dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Zeg je van, nou, ik ga eerst tijdelijkheid ontwikkelen en daarna maak ik het permanent. De minister. Dit is helemaal hoe het gaat. Dus gemeenten hebben dan vaak wel een idee van, daar zouden we wel iets willen. Maar dat duurt nog even voordat we daar daadwerkelijk het hele plan echt hebben ontwikkeld. En ook met de buurt goed hebben gedaan, met de gemeenteraad goed hebben gedaan. Maar daar kan tijdelijk al best wel een paar honderd woningen komen te staan. Laten we dat doen. Maar goed, dan wat? Hè? Dus dan, hoe ga je dan verder? Nou, en daar moeten we het trendje goed op gang krijgen met het maximeren van de opdracht aan de bouwers. Met het durven in beheer nemen van die woningcorporaties. Hè? En daarvoor moeten ze dus voldoende garantstelling hebben. En hulp aan de kant van de gemeente met het doorlopen van alle procedures. Nou, dat is precies de taak van die taskforce. Maar het klopt helemaal. Locaties die ter beschikking worden gesteld, dat zijn vaak locaties waar op enig moment een woonwijk moet verrijzen, maar die nu tijdelijk voor de korte termijn met flexibele bouw kan worden ingericht. En waar ik naartoe wil, is uiteindelijk ook een soort van flexibele schil. Omdat ik denk dat we hebben nu een sociale woningvoorraad van 2,1, 2,2. Nou, we willen natuurlijk dat die sociale woningvoorraad groeit. Maar ik denk dat het heel zinvol is om daarnaast ook een soort flexibele schil daaromheen te hebben. Bijvoorbeeld omdat we altijd veel spoedzoekers hebben die gewoon op korte termijn even een huis nodig hebben. En misschien zou je met die flexibele schil ook zo kunnen afspreken dat daar waar een locatie nu even tijdelijk kan worden gebruikt, maar op enig moment weer moet worden benut voor woningbouw, dat dan een volgende gemeente weer bereid is om dat deel van de flexibele woningen over te nemen. En zo, nou, spreid je ook de mogelijkheden die je hebt om tijdelijke woningen te plaatsen. Dus toewerken naar een flexibele schil van enige omvang, dat is denk ik voor überhaupt het functioneren van de sociale huur echt zeer zinvol. Meneer Boulakier. Dank voorzitter. Inderdaad ook complimenten voor de minister voor zijn inzet op dit thema rondom flexibele woningbouw. Ik spreek inderdaad veel corporaties die inderdaad aangeven, we hebben het geld, we hebben de wil, maar we wachten nog even met bestellen. Want locaties bij gemeente. De minister somde de woningbouwers op, de woningbouwcoöperaties en de gemeente. Maar het Rijksvastgoed zelf heeft natuurlijk ook heel veel grond. En dat mis ik een beetje in zijn antwoord. Misschien dat hij daar nog een toelichting op kan geven. Die had ik er ook bij kunnen noemen. Dus toen ik net om tafel zat, waren daar de corporaties, waren daar de bouwers, waren daar de gemeente en ons eigen Rijksvastgoedbedrijf. Heeft panden om te transformeren. Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Dat gebeurt ook volop. En heeft daarnaast gronden om tijdelijke woningen te kunnen plaatsen. Ja, dan is de vraag, want daar kun je dus snelheid mee creëren. We hoeven niet te wachten op allerlei procedures of op de wil vanuit gemeente. De grond is in handen van minister Hugo de Jonge zelf. Dus misschien dat daar de focus op kan komen de komende jaren. Minister? Nou, niet de focus. Nee, we hebben echt tientallen locaties nodig, zo niet honderden locaties nodig. Maar ook het RVB heeft grond.
Maar voor de RVB geldt deels ook gewoon hetzelfde. Namelijk, je zult misschien wel degelijk een bestemmingsplanprocedure moeten lopen. Heel veel grond van ons is agrarische grond. Hè. Op heel veel agrarische grond lopen overigens ook nog gewoon koeien. Dus dat duurt ook eventjes voordat je de flexibele woningen kunt neerzetten. En het is ook niet zo dat die agrarische grond opeens onder de grond een riool heeft zitten dat je zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Dus het is ook niet morgen af. Hè. Dus, maar het is waar, de RVB heeft grond. Best heel veel ook. 12.000 hectare, dus daar kun je wel een paar woningen op kwijt. Maar we maken er ook gebruik van. Maar voor een deel loopt het RVB natuurlijk tegen dezelfde belemmeringen aan als ook gemeente. Hè. Dus, en we zullen gewoon veel locaties nodig hebben en de snelste als eerste moeten ontwikkelen. Goed, gaat u verder. Ja, de doorstroming naar de middenhuur, dat noemt de VVD en dat is zeer terecht. Want ja, we hebben 250.000 sociale woningen nodig. Maar we hebben daarnaast ook een veel groter middensegment nodig. Omdat als je dat hebt, bied je ook de mogelijkheid voor de doorstroom. Dat is natuurlijk het punt van nu. We kunnen, de heer Nijboer zegt dat ook heel vaak. Scheef wonen vindt de heer Nijboer sowieso een gekke term. Maar zorgen dat mensen uit die sociale huurwoning gaan om plek te maken voor een ander. Dat betekent wel dat die andere woning er dan ook moet zijn. Nou, die kan er eigenlijk op twee manieren beschikbaar komen. Namelijk door hem te bouwen. Of door te zorgen dat die vrijkomt. En hoe kan die vrijkomen? Dat is weer door dat andere segment te bouwen, waardoor ook die doorstroom in dat middensegment weer plaatsvindt. Daarom hebben we gezegd, die 900.000, dat is 2/3 betaalbaar, dat is 250 sociaal, 350 midden. En van die 350 midden wordt 50 gebouwd door de woningcorporaties. Maar dat middensegment is veel groter en veel breder dan dat. Dus de heer De Groot noemde bijvoorbeeld IVBN. Ja, ik hoop dat IVBN er veel voor zijn rekening gaat nemen. En dat maakt ook dat ik altijd wat behoedzaam ben op het moment dat er al te zeer wordt afgegeven op de belegger. Kijk, we hebben die beleggers namelijk wel gewoon nodig. We hebben die beleggers ongelooflijk nodig om dat middenhuursegment ook te laten groeien. Dus ja, we gaan die middenhuur reguleren om huurders te beschermen. Maar dat doen we wel op een verstandige manier. Dat het voor institutionele beleggers, pensioenfondsen bijvoorbeeld, ja, wel gewoon mogelijk blijft om nieuwbouwwoningen te realiseren. Dat zijn beleggers met echt wel de rust in het lijf om te wachten op een rustig rendement. En hoeven echt niet de hoofdprijs. Maar er moet wel rendement zijn. Want anders kan een pensioenfonds daar niet in investeren. Want ja, pensioenen moeten nu eenmaal renderen. Kortom, we geven dat op een verstandige manier vorm. En dat brengt mij bij het bosproeven-experiment. Daar zit ook de nieuwbouw in. Dus dat is ook de nieuwbouw. En voor mij is dat natuurlijk heel belangrijk. Dus de uitkomsten van die bosproeven zijn voor mij heel belangrijk. En bepalend ook voor de vormgeving van de regulering van de middenhuur. Ik heb u toegezegd in het vierde kwartaal met dat wetsvoorstel te kunnen komen, zodat het in kan gaan per 2024. En dat zullen we op zo'n manier doen dat het nog steeds een verstandig idee blijft voor een pensioenfonds om in de middenhuur te investeren, want dat moet. En als we daar te veel onzekerheid creëren, ja, dan nemen we er ook allerlei, dan nemen we investeringsbeslissingen af. En dat kunnen we ons niet veroorloven, want dat leidt tot vertraging. En je moet ook niet willen dat de middenhuur helemaal publiek gefinancierd moet worden upfront. Ik vind het wel heel fijn dat we met de corporatie hebben kunnen afspreken. Dat zij in ieder geval 50.000 middenhuurwoningen voor hun rekening nemen. En dat doen zij in ruil eigenlijk, zou je kunnen zeggen, voor het afschaffen van de verhuurdersheffing. De bouwvergunningen. Ja, er is op dit moment eigenlijk geen landelijk eenduidig beeld, goed beeld in de teruggang van de afgifte van bouwvergunningen. Maar ik ben er ook niet gerust op, zeg ik er eerlijkheidshalve bij. En dat ben ik gewoon op basis van de signalen die u krijgt, die ik ook krijg. En dat zou wel eens kunnen zijn verhoogde bouwkosten, waardoor een business case niet meer uitkomt. Dat zou wel eens kunnen zijn stikstof, waardoor de vergunning niet kan worden afgegeven. Dus we houden heel erg goed vinger aan de pols. Daar waar het gaat over stikstof, weet u dat we hebben een bouwvrijstelling. Hij ligt natuurlijk op tafel bij de rechter, maar we hebben een bouwvrijstelling. We hebben daarnaast een stikstofregistratiesysteem dat verder wordt gevuld met stikstofruimte voor onder andere woningbouwprojecten. We weten dat intern salderen, extern salderen in heel veel gevallen helpt. Met name in Noord-Holland en Zuid-Holland, daar zijn eigenlijk de grootste problemen als het gaat over stikstof, omdat er eigenlijk heel weinig compensatie mogelijk is. Dus het extern salderen is daar heel erg ingewikkeld. Nou, u kent de discussies over de gebiedsgerichte aanpak. U kent ook de ideeën van provincies over de versnelde
De versnelde maatregelen die op dit moment door collega Van der Wal worden bekeken, of die inderdaad ook versneld kunnen worden uitgevoerd, dat moet stikstofruimte maken. Daarmee zullen we het moeten doen. Maar stikstof zal inderdaad op een aantal, voor een aantal projecten best een vertraging kunnen betekenen. Dat geloof ik zeker. En dat maakt ook dat we zeggen, daar waar het gaat over plancapaciteit, zorg dat je echt meer dan 100% aan plancapaciteit realiseert, zodat je bij een enkel project wat tegen zit niet meteen met je doelstelling in de knel komt. En daar waar het gaat over vergunningverlening, nog even terug naar de heer Kops en de heer Nijboer, daar wil ik een monitoring opzetten, waardoor we veel beter vinger aan de pols kunnen houden, ook landelijk veel beter vinger aan de pols kunnen houden. Dan zien we veel beter of die signalen nou een landelijk representatief beeld geven, of dat dat NS1-achtige voorbeelden zijn van waar het misschien een keer ingewikkeld is. Dan de woningbouwimpuls. De Rekenkamer heeft daar een rapport over gemaakt. Er is veel aan gerefereerd. U heeft nog een interruptie van meneer Nijboer. Ja, voorzitter. Het is goed dat, het is altijd goed als de minister de zorgen deelt. Maar ik wil er ook wel graag wat aan doen. En ik denk dat echt dat het... ik ben een beetje van simpele dingen als dingen best simpel zijn. Als je kunt stimuleren dat het aantal bouwvergunningen gewoon toeneemt. En daar ook, nou, je kunt er een premie op zetten of je kunt anderszins. Hè, er zijn natuurlijk wel meerdere manieren om gemeenten daartoe te bewegen. Daar zou ik daar groot voorstander van zijn. Ja, de minister zegt nu, ik ga het monitoren, maar dat bijt meestal nog niet zo. Dus ik zoek eigenlijk naar iets waardoor het ook echt gaat gebeuren. Is de minister bereid daar ook wat meer aan te doen? Minister? Ja, daar heb ik mezelf tekort gedaan in dat antwoord, want we doen natuurlijk een hele hoop. We hebben de prestatieafspraken die we maken, we hebben de regionale woondeals die we maken. We hebben al het geld dat we geven. We hebben gezegd, om dat geld te mogen aanwenden, moet je een regionale woondeal hebben gesloten. Dus we sturen met bestuurlijke afspraken, we sturen met geld. En dat leidt natuurlijk op enig moment tot vergunningafgifte. Maar het loket is zeer open voor echt alle ideeën om daaraan toe te voegen, om te kijken of we tot meer stimulans van afgifte van vergunningen zouden kunnen komen. Nog iets anders wat we doen overigens is helpen in de personele ondersteuning, want heel vaak is het zoiets praktisch. Er zitten echt forse personeelstekorten bij de gemeente en bij de provincies als het gaat over het RO-domein, vooral bij gemeenten. Dus we hebben de flexpoolregeling. Daar gaat 40 miljoen via de provincies naar ondersteunende mensen die gewoon bij gemeenten kunnen helpen als het gaat over vergunningverlening. We hebben de taskforce daar waar het gaat over flexbouw, die helpt ook bij de vergunningverlening. Dus we doen echt een hele hoop. Maar echt, het loket is wagenwijd open voor aanvullende ideeën hoe we beter zouden kunnen sturen nog op die vergunningverlening. Want dat is echt ook een zorg die wij hebben. Meneer Nijboer? Ja, dat lijkt me goed, want het is natuurlijk is het zo. En die afspraak en de minister is niet niks aan het doen. Dat is ook helemaal niet wat laatste verwijt wat ik deze minister zou maken. Alleen je wil natuurlijk dat het echt gebeurt. Dat willen we allemaal. En ik weet dat Eberhard van der Laan dat in die tijd, die deed gewoon 10.000 euro per huis. En als het er niet stond na 2 of 3 jaar, op die datum kregen gemeenten het niet. En anders wel. Nou, dan gingen die gemeenteraden erachteraan op een manier waar de wethouders beroerd van werden. En ik zoek eigenlijk ook naar zo'n simpel, en het zit hier in die, ik weet het beste hoe de financiële systematiek, maar zo'n simpel op bouwvergunningen, want daar knelt het nu echt, ook in combinatie met stikstof, met al die andere dingen, allemaal redenen die er allemaal kunnen zijn, uiteindelijk in de praktijk, waardoor het niet van de grond komt. Omdat ook, nou, en de minister heeft het loket open, dus ik zie graag dat hij daar eens serieus naar kijkt en op terugkomt. Dank u wel, minister. Ja, absoluut. Toen nog even de precisie. Kijk, de WBI, zoals we die verstrekken, maar ook de versnellingen die we hebben aangebracht ten aanzien van de inzet van de infra-investeringen, die kennen allemaal de financieringsvoorwaarden dat de schop in de grond moet gaan binnen 2 tot 5 jaar. En als dat niet het geval is, ja, dan wordt het geld niet uitgekeerd. Daarnaast, als je niet voldoet aan het hebben van een regionale woondeal, dan kun je überhaupt niet in aanmerking komen voor financiën. Kortom, er zit flink wat pressie op. Dus ik denk dat we qua financiële randvoorwaarden wel een beetje de citroen wel een beetje hebben uitgeknepen. Ik denk dat het andere dingen zullen moeten zijn die ons helpen in de versnelling. En dat zou wel eens kunnen zijn, met name aan de kant van de personele ondersteuning. Want ik denk eerlijk gezegd dat dat heel praktisch gezien op dit moment de belangrijkste rem misschien wel is aan de kant van gemeenten. En ja, waar we kunnen helpen, doen we dat. Maar nogmaals, ik sta open voor meer ideeën. Ik ga naar de WBI toe. En de Rekenkamer heeft daar een rapport voor geschreven. En ik denk dat ik recht doe aan het rapport van de Rekenkamer als ik daar gewoon een goede beleidsreactie op maak. Ik denk dat dat rapport dat verdient. Ik denk überhaupt dat Rekenkamerrapporten dat verdienen. Dus dat ga ik doen. Ik plaats een paar kanttekeningen. De heer Grimwis heeft, denk ik, ook niet helemaal onterecht verwezen naar de reactie die die hoogleraar heeft gegeven, de heer Konijn. En ik ben wel met veel van zijn kanttekeningen ben ik het eens. Kijk, het enkele feit dat je niet zou kunnen vaststellen hoeveel
tot hoeveel versnelling of tot hoeveel extra woningen een regeling heeft geleid, wil niet zeggen dat het niet heeft geleid tot extra woningen en tot meer woningen en tot snellere woningen. Kortom, ik denk dat de conclusie niet helemaal te rechtvaardigen is op basis van de bevindingen die men heeft gedaan. Dat laat onverlet dat ook ik vind dat er veel concreter zou moeten kunnen worden gezegd hoeveel woningen het betreft. Dat er veel concreter zou moeten worden gestuurd op het doel en op het resultaat. Maar dat heb ik zojuist allemaal toegelicht hoe wij daar regie op voeren. En de WBI zoals we die voortzetten de komende jaren staat dus ook in de context van het hernemen van de regie. Daar waar dat in de afgelopen jaren minder het geval is geweest. Dus het is minder een stand-alone financiële regeling. Het is veel meer een van de regelingen die past in een heel sturingsconstruct dat helemaal is gericht op resultaat. Overigens, de opmerking die de Rekenkamer maakt, verwerken we natuurlijk ook in de vormgeving van de vierde tranche. En die vierde tranche gaat open net na de zomer. En misschien dan nog één opmerking. Kijk, er wordt bijna de suggestie gewerkt, ook als je het miljard niet had uitgegeven, dan hadden deze woningen gewoon gebouwd geworden. En daar weten we vrij zeker van dat niet het geval is. Dat kunnen we namelijk zien aan de afgewezen projecten. Er zijn projecten afgewezen en we hebben er 20 daarvan hebben laten onderzoeken door het RIGO. En op 3 na worden die ook niet meer gebouwd. En 2 van de 3 die dan nog wel worden gebouwd zeggen ja, maar we kunnen wel pas aan de start als we dat financiële gat hebben dichtgelegd. Ja, dat was nou precies de functie ook van de woningbouwimpuls. Dus de stelling dat die woningen er wel zouden zijn gekomen, of op zijn minst de suggestie dat die woningen er wel zouden zijn gekomen als je niet de woningbouwimpuls zou doen, bij ons wordt die niet gedeeld. Ik ken ook eigenlijk geen gemeente die die stelling deelt. Ik ken ook eigenlijk geen van de bouwende partijen die die stelling deelt. Kortom, daar durf ik het gewoon wel niet mee eens te zijn, eerlijk gezegd. Ik kom nog met een nadere reactie. Dan Amsterdam. Wil ruimte bieden voor woningbouw, maar dat moet ook tegelijkertijd een bescherming opleveren voor de locaties, voor werklocaties. En of wij daar bij Amsterdam ook zouden kunnen helpen. Het gaat om een heel grootschalige woningbouwlocatie, Havenstad. En dat is onderdeel van de afspraken die we maken met de regio Amsterdam, de metropoolregio Amsterdam. Sterker nog, we hebben daar een NOVEX-gebied van gemaakt, wat wil zeggen, we onderkennen dat daar gewoon sprake is van een hele complexe gebiedsontwikkeling, een enorme transitie van dat gebied. En daarbij zijn we ook zelf betrokken, als Rijk ook zelf betrokken, om daar de puzzel op een goede manier te leggen. En werkgelegenheid en het vinden van een plek voor de bedrijven, een nieuwe plek voor de bedrijven die daar in de haven van Rotterdam nu of van Amsterdam nu gevestigd zijn. Sorry, ik ben een beetje geografisch gebiologeerd door Rotterdam. Maar inderdaad, in Amsterdam hebben ze natuurlijk ook een haven, dat is waar. Maar voor de bedrijven in die haven, we moeten daar een nieuwe plek voor zien te vinden. We moeten werkgelegenheid met wonen zien te creëren. En we moeten bescherming bieden aan plekken die geschikt zijn voor economische ontwikkeling. Dus überhaupt is dat een grote noodzaak voor de komende periode. Als we dat niet doen, dan zul je zien dat door de transitie van het landelijk gebied, door woningbouw, door allerlei andere ontwikkelingen, er steeds minder plek is voor economische bedrijvigheid. En die plekken hebben we wel nodig. Nou, dat geldt dus ook hier. En daarbij zijn we aan boord. En daarbij is ook geld beschikbaar vanuit het MERT om daarin te ondersteunen. De transformatie van vakantieparken. Daar is een aantal vragen over gesteld, onder andere door de VVD. En dat gaat over die categorie woonparken, of we die niet. Er is een deel van de vakantieparken, die categorie woonparken, die, waar veel potentie is om tot een woonwijk omgezet te worden eigenlijk in de komende periode. En daar wordt natuurlijk ook veel op gedaan. Er zijn best wel veel vakantieparken in transitie op dit moment. Dus daar wordt ook veel aan gedaan. En wat wij. Er zijn tientallen parken waar op dit moment dat soort processen lopen. En wat wij op dit moment doen is. Tenminste, dat zou ik willen toezeggen in de richting van de heer De Groot, dat wij met provincies en met gemeenten kijken in het kader van dat regietraject, in het kader van het komen tot die regionale woondeals in het vierde kwartaal, of we per regio een inventarisatie kunnen maken van het daadwerkelijk transformatiepotentieel. Dus daadwerkelijk transformatie van die vakantieparken die zich zouden lenen voor dit type bouw. Één winstwaarschuwing erbij. Dat we met heel erg veel vakantieparken enorm veel ruimte hebben voor woningbouw. Ik denk dat die kans eerlijk gezegd kleiner is dan we denken.
Maar dat er mogelijkheden zijn, en misschien wel tientallen mogelijkheden zijn, daar ben ik wel van overtuigd. Dus ik wil graag de heer De Groot toezeggen dat we die inventarisatie maken. En natuurlijk is het bezien van de daadwerkelijke mogelijkheden en onmogelijkheden per park is uiteindelijk ook aan de gemeente of ze daarvoor dat bestemmingsplan willen wijzigen. Dat kan ik niet voor hen doen, dat kan ik niet overdoen. Tenzij in een regio wel een enorme woningbouwbehoefte bestaat en er is tegelijkertijd heel erg weinig locatie en er is tegelijkertijd wel dit potentieel. Dus dat is een ander verhaal, dan kom je in een ander gesprek terecht met elkaar. Transformatiepotentieel moeten we allereerst in beeld brengen en vervolgens ook voldoende willen benutten. En dat wil ik eigenlijk doen op de manier zoals ik zojuist schetste in de richting van de heer De Groot. Minister, kunt u aangeven wanneer de toezegging ingelost wordt? In het vierde kwartaal. In het vierde kwartaal? Ja, want het vergt echte inventarisatie en dat wil ik betrekken bij het sluiten van de regionale woondeals. Meneer De Groot? Ja, ik heb er nog een verdiepende vraag op. Kijk, want er zijn natuurlijk best al veel projecten lopend. Hè. Kijk alleen naar bijvoorbeeld project Vitale Vakantieparken, waarin je eigenlijk zou kunnen zeggen, goh, dit zijn eigenlijk parken waar nou, de huisjes 90% misschien wel mee willen in de transformeren naar een woonpark. En daarmee dus een woonwijk. Daarmee moet je natuurlijk ook voldoen aan alle geldende regels die daar horen. Dus dat duurt even, daar ben ik het met de minister eigenlijk wel eens. Alleen, ja, volgens mij zegt de minister dat zelf vaak ook. Kijk, met inventariseren ben je dan niet. Het zit hem juist in die uitvoering. En dan gaat het toch gedraaid worden op de stoel. En daar gaat mijn vraag uiteindelijk echt over. Hè. Dus als we willen dat we een grote toevoeging doen, en ik denk dat het potentieel best nog wel eens groter zou kunnen zijn dan de minister in zijn wenswaarschuwing aangeeft, dan zul je ook hier vandaan wel die regie moeten pakken. Omdat we echt alle, en er zitten heel veel mensen te wachten om gewoon daar te mogen wonen, om echt alle mogelijkheden aan te vangen. Want als je het aan de gemeentes laat, die zitten toch vaak een beetje op een stoel te draaien van ja, wil ik dit wel aangaan? Wil ik deze stappen wel gaan zetten om dit park te gaan omzetten naar een woonwijk? Want het gaat me ook veel kosten aan capaciteit of veel kosten aan weerstand om dat te doen. Er zijn best mooie voorbeelden in Nederland. Ik ken er zelf ook een aantal van, die ik ook graag zou willen delen. Maar er is toch ook wel een beetje landelijke regie nodig op die schifting en op die doorzetting daarin. Minister? Kijk, ik denk dat we de doorzetting moeten organiseren via de regionale woondeals. Dat is ook de reden dat ik het daaraan koppel. Maar ik snap wel wat u zegt, dat het ook niet als vanzelf gaat. Want het is inderdaad ook best wel een klusje om tegenop te zien. Je moet namelijk tegen de bestaande bewoners moet je zeggen, nou, we willen van dit vakantiepark willen we toch graag een woonwijk maken. En dat betekent dat er een einde komt aan de huurovereenkomst bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel ingewikkeld traject. Die vakantieparken waar dat het geval is geweest, leidt dat tot enorme grote klussen als het gaat over herhuisvesting van mensen bijvoorbeeld. En het is natuurlijk ook niet zo, een van de redenen om wel naar die flexibele schil toe te willen, het is natuurlijk ook niet zo dat er eventjes zomaar ruimte vrij is. Heel veel van dit type vakantieparken, daar wonen inmiddels mensen die je eigenlijk ook gewoon als spoedzoeker zou kunnen bezien. Hè. Daarmee maakt het dit ook best wel een erg ingewikkelde klus. Dus laten we het niet onderschatten. Ik ben het met u eens dat er sprake nodig is van regie. Daar waar het echt gaat over afspraken maken om, zou ik die inventarisatie willen laten landen in de afspraken die we dan vervolgens maken in de regionale woondeals. En vanaf dat moment hebben we natuurlijk gewoon ook de regie op die regionale woondeals en de sturing daarop om te zorgen dat dit ook daadwerkelijk tot resultaat gaat leiden op die vakantieparken waar dit potentieel ook daadwerkelijk is. Daarnaast is het natuurlijk gewoon een hulpvraag vanuit gemeente. En daarvoor hebben we dat expertteam. En dat blijft ook gewoon aan de slag. Dat blijft ook gewoon zijn zegenrijke werk doen. Dat brengt mij bij de vraag van mevrouw Beckerman. Namelijk, wat is het dan van zaken van het onderzoek opkopen vakantieparken? Nou, dat onderzoek heb ik samen met de minister van EZK laten doen. En dat wij zijn voornemens om en het onderzoek en onze reactie voor het reces aan u voor te leggen. Dus dat is niet voor 1 juli, maar wel voor het reces. Dus dat zit toch vrij dicht tegen de... Op een mensenleven bezien zit het vrij dicht tegen de toezegging aan die we hadden gedaan. Dan de bouwkosten en de oorlog. Gewoon zo is, is dat de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk allerlei hele verdrietige gevolgen. Maar een van de gevolgen is natuurlijk ook een grotere onzekerheid in de markt. En die grotere onzekerheid in de markt is bijvoorbeeld gelegen in het feit dat de bouwkosten hoger worden. Dat sommige bouwmaterialen zelfs helemaal niet meer leverbaar zijn. En dat maakt dat eigenlijk iedereen in die hele bouwketen echt wel buikpijn heeft over de impact van de oorlog in Oekraïne. Dat maakt dat we een aantal weken geleden, collega Harbers en ik, met alle bouwende partijen en alle opdrachtgevende partijen het gesprek hebben gevoerd van hoe zou je daar nou op een goede manier mee om kunnen gaan. Stijgende bouwkosten moeten namelijk altijd een keer door iemand worden betaald. En stel dat opdrachtgevers precies op dezelfde manier hun aanbestedingsdocumenten maken en precies op dezelfde manier met boeteclausules en termijnen, et cetera,
hun contracten zouden willen inrichten, ja, dan kan een aannemer op een zeker moment gewoon niet meer intekenen op zo'n opdracht. Dus je zult ergens zul je als opdrachtgevende partij, en vaak is dat de overheid, gewoon ja, in alle realiteit ook moeten zeggen, ja, waar kan een bouwonderneming nou aan voldoen? Bouwondernemers maken natuurlijk ook zelf onderling dit type afspraken, die ook niet mals zijn vaak. Maar ook voor hen geldt, hè, tussen projectontwikkelaars en aannemers bijvoorbeeld, of tussen andere partijen, of tussen aannemers en leveranciers, ook voor hen geldt, pas nou een beetje op met dit soort al te ruige boetebepalingen. En laten we zorgen dat we de kosten en de risico's, dat we die ook op een evenwichtige manier spreiden in de keten als geheel. Nou, daar gaat die intentieovereenkomst over die we een tijd geleden hebben afgesproken. We hebben daar ook in afgesproken dat we echt per deelsector nog een verdieping daarop aanbrengen. Ook dat gesprek is geweest. En we hebben ook afgesproken dat we per project moeten kijken hoe dat dus handen en voeten heeft te krijgen. En partijen, dus Bouw Nederland bijvoorbeeld, of aan de kant van het Rijk is dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of het Rijksvastgoedbedrijf, de grote opdrachtgevende partijen, hebben ook echt gezegd, ja, wij zijn ook belbaar op het moment dat in een project blijkt dat die ruimte er helemaal niet is. Dus laten we ook gewoon dit type signalen in kaart brengen en laten we ook heel concreet per project kijken hoe verdelen we de risico's nou op een evenwichtige manier. Dus dat zijn we op dit moment aan het doen. En wat u vraagt is een brief. En dat vind ik niet zo makkelijk om te doen. Omdat ik eigenlijk dan word ik wel echt gevraagd om heel erg in de glazen bol te kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de zorg op zich wel terecht is. Dat leidt ook tot onzekerheid. Dat leidt ook, kan leiden in ieder geval tot vertraging. Vandaar de intentieovereenkomst zoals we die hebben gesloten. Als er meer nodig is, gaan we meer doen. Want ik vind dat we dit met elkaar gewoon moeten verhapstukken. Maar eigenlijk is het, wat ik zou kunnen doen is een stand van zaken schetsen bij de voortgangsrapportage, de staat van de volkshuisvesting die aan het einde van het jaar komt. En die is weer onderdeel van het debat. Die komt in 4 november, denk ik. Hè? Ja, in november. November. Dus daar zou ik u gewoon een stand van zaken kunnen geven over de impact die de Oekraïne-crisis heeft gehad op de stijgende bouwprijs. Dan. Even kijken. CO2 heb ik niet gehad. Dus even naast stikstof. Stikstof hebben we het over gehad. CO2 hebben we het niet over gehad. Wat daar natuurlijk vreselijk interessant is, is alles wat gaat over circulaire bouw, alles wat gaat over de emissievrije bouw. Dus de bouwsector is een sector die helaas heel erg bijdraagt aan CO2-uitstoot. En dus ook heel veel kan bijdragen aan het terugdringen van CO2. En als we in staat zijn circulaire bouw een daadwerkelijke duw in de rug te geven de komende periode, nou, dan kan de gebouwde omgeving zelfs als CO2-opslag gaan dienen, bijvoorbeeld. Daar doen we veel aan. Dus we stimuleren biobased bouwen. Met generiek beleid, door de periodieke aanscherping van de milieuprestatie-eisgebouwen. En door al het instrumentarium om emissieloos bouwen op de bouwplaats te bevorderen. En daarnaast doen we onderzoek naar een betere waardering van koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen. En je ziet ook eerlijk gezegd echt wel dat bij heel veel wat meer innovatieve bouwers dit echt een vlucht begint te nemen. Onder andere hebben we de City Deal circulair en conceptueel bouwen. En dat helpt ook heel erg om deze manier van bouwen, deze manier van denken, veel breder over het voetlicht te krijgen. Meneer Grimbis. Ja, voorzitter, daar ben ik blij mee. Dat is ook heel hard nodig. Want er zit ook aan de landbouwkant enorm natuurlijk te stimuleren als een van de concrete perspectieven voor boeren om in de toekomst met vlasteelt, hennepteelt, et cetera, hun boterham te verdienen. Wat natuurlijk helpt is dat we niet alleen inderdaad stimuleren om dat te produceren, maar dat we die vraagkant op orde krijgen. En dat gaat nu ook vooral via een beetje convenantachtig en stimuleren en misschien links of rechts een subsidie. Wanneer wil de minister hier echt op gaan sturen door bijvoorbeeld in bouwbesluiten te zeggen van zoveel procent duurzaam of zoveel procent circulair of zoveel procent biobased materials? Want dat is natuurlijk uiteindelijk een van de meest krachtige instrumenten om te sturen op gebruik van materialen. We zijn bezig met het aanpassen van het bouwbesluit. En juist door de lat eigenlijk zo hoog mogelijk te leggen. Dat is ook mijn uitnodiging geweest aan de sector. Die zei, wij kunnen eigenlijk best nog wel wat meer.
Toen hebben we gezegd, nou, help ons dan mee om de lat zo hoog mogelijk te leggen. Dus wij zijn dat op dit moment aan het verwoorden. Met alle bouwende partijen. Waarbij we niet zozeer naar het achterste wagonnetje luisteren. Maar met name naar de voorhoede willen luisteren. Om te kijken, wat zou je kunnen? Dus nee, we moeten de lat absoluut hoog leggen. En nog een ander punt. Daar komen we volgende week met het programma Mooi Nederland. Daarin willen we concrete perspectieven ook aanreiken. Die gaan over eigenlijk multifunctioneel ruimtegebruik. Dat zullen we namelijk gewoon nodig hebben. En een van de vormen van multifunctioneel ruimtegebruik is alles wat moet gebeuren in de transitie van het landelijk gebied. Alles wat moet gebeuren naar het toewerken naar een nieuw verdienmodel voor boeren. Als je dat nou eens zou kunnen combineren met landschapsbeheer. Als je dat nou eens zou kunnen combineren met het verbouwen van biobased bouwmaterialen. Heb je dan niet geweldig veel vliegen in één klap geslagen? En zou dat niet kunnen leiden tot een daadwerkelijk nieuw verdienmodel voor boeren? Ik denk dat het kan. Niet zomaar, overigens. Dat is echt wel een heel traject. Maar ik denk wel dat we er alles aan moeten doen om dat niet alleen te verkennen, maar ook te laten zien. Dus echt in delen van Nederland gewoon te laten zien dat dat kan. Wat wel heel interessant is, dat dus die vooruitstrevende bouwers echt ook wel veel toepassingen al hebben, hoor. Bijvoorbeeld in isolatiematerialen. Het is echt niet alleen maar spul van Rockwool wat daar gebruikt wordt. Maar bijvoorbeeld ook de lisdodden. En hoe fijn is het om het woord lisdodden een keer genoemd te kunnen hebben in een commissiedebat? Ja, toch? Nou, minister, dat is fantastisch. En toch wil ik nog heel even, voordat ik meneer Boulakia het woord geef voor de volgende interruptie, ja, even wijzen op de klok. We hebben tijd tot 5:00. Dan moeten we uit deze zaal zijn. Dus ik wil graag om 4:30 de eerste termijn afsluiten. Ja. En ik ben heel blij dat iedereen ontzettend gepassioneerd is op deze portefeuille. Ja, toch? Niet in de laatste plaats de minister, daar ben ik echt heel blij om. Maar ik zou toch iedereen even willen vragen om met de tijd rekening te houden, iets beknopter te zijn in de beantwoording, maar ook in het stellen van de vragen. Meneer Boulakia. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben altijd heel kort. En de heer Grimmis kaapte net eigenlijk maar in één op één mijn interruptie weg. Nou, klaar. Dank u wel. Waar het niet dat ik wilde zeggen dat de heer De Jonge bekend is om zijn regie, soms strenge opstelling. En ik mis dat hier een beetje, eerlijk gezegd. Als het gaat over de vraag die ik stelde, het CO2-budget, bouwbudget, wat in 2027-2028 gewoon opdreigt te raken. En ik mis een beetje de urgentie bij hem van, hé jongens, ik pak hier de rol als het gaat om grootschalige houtbouw, duurzame materialen, meer power, regie en inzet daarop. Dus zou je mij kan overtuigen met een iets striktere toelichting, ben ik al tevreden. D66 mist uw strengheid, minister. Ja. Nee, maar dat is ook dank voor deze aanmoediging, zeg ik in de richting van de heer Boulakia. Maar me dunkt, als wij de lat zo hoog mogelijk gaan leggen in het bouwbesluit, dat is toch de meest stringente, stevige interventie die je zou kunnen doen. Dus volgens mij zijn we dat eens. Volgens mij zijn we dat eens en volgens mij doen we dat ook. En overigens is dat ook helemaal de sfeer in de bouwerij. Daar zie je echt een enorme voorhoede, die veel meer is dan de voorhoede. En dat is eigenlijk gewoon de gemene deler aan het worden, die heel vooruitstrevend is in het zoeken van klimaatneutrale oplossingen of zelfs CO2-opslag via bouwmateriaal. Dus het circulair bouwen is echt ongelooflijk ingeburgerd. Maar dat help je alleen maar door het bouwbesluit aan te passen. Dat is dus ook wat ik ga doen. Dan, grond. Er was een motie, dit was een grondvraag van de heer Nijboer, maar er was een motie van de heer Grimwis in het laatste debat. En dat was de motie die ik heb voorzien van het niet een oordeelkamer zomaar, ook niet overnemen, nee, van het oordeel amen, precies. Omdat ik het ontzettend eens ben dat grond een belangrijke complicerende factor kan zijn in het betaalbaar bouwen, in het snel genoeg bouwen. En grond is niet alleen onderdeel van het probleem, maar ook een belangrijk onderdeel van de oplossing kan zijn. Maar dat vergt wel uitzoekerij. Ook hoe je meer regie op grond zou kunnen voeren. Aan de kant van de gemeente, aan de kant van het Rijk. Hoe kan het Rijk ook de gemeente beter helpen om regie op grond te kunnen voeren? Hoe kunnen we voorkomen dat de grondprijzen altijd showstoppend zijn? Hoe kunnen we voorkomen dat alle financiële regelingen onrendabele toppen gaan zitten dichtleggen die eigenlijk zijn ontstaan door de grondprijs? Nou, er zijn heel veel issues te tackelen. Dat ben ik op dit moment aan het doen. En de motie roept mij op te onderzoeken wat we zouden kunnen doen. En daarop kom ik dus graag terug. En dat doe ik uiterlijk in het vierde kwartaal. En mogelijkerwijs al in de vorm van een van de paragrafen uit het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting, die ik ook in het vierde kwartaal in de Kamer zou willen doen toekomen. Planbatenheffing.
Daar wordt druk op gestudeerd bij BZK, maar ze zijn nog niet uitgestudeerd. We zijn nog niet uitgestudeerd. En dat heeft ermee te maken dat het misschien wel, er is heel veel voor te zeggen om te doen. Alleen een hele goede vormgeving kiezen van planbatenheffing is technisch wel razend ingewikkeld. Niettemin, ik zou best wel opnieuw willen kijken naar de meerwaarde ervan. Dus ik kom erop terug. I will be back. Dan de ambitie Schiphol en de studentenwoningen. Daar geldt ook, I will be back. Want het is echt wel teleurstellend natuurlijk dat dat project niet door kan gaan. Vanwege overigens begrijpelijke redenen, namelijk geluid. ILT heeft gehandhaafd, ILT heeft ook gelijk gekregen van de rechter. Dus ja, ik ga niet zomaar zeggen dat ik het eventjes ga oplossen. Ik heb natuurlijk wel gezegd, ik ga opnieuw met de collega's van INW om tafel om te kijken. Wat is er dan wel mogelijk? En hoe zou het dan eventueel wel kunnen? Want het wilde bij mij eigenlijk niet echt in. Als er een concreet plan ligt, een concrete investeerder is, enorme behoefte is aan studentenwoningen, dat computer 6.0 dan het eindpunt is. Dat kan toch eigenlijk niet waar zijn. Dus we studeerden ons suf en ook hier geldt, I will be back. Dan, voorzitter, de splitsing van de heer Van Haga. Nou, niet van de heer Van Haga zelf natuurlijk, maar wel zijn herhaaldelijk pleidooi om splitsing ook onderdeel te maken van de oplossing. Nee, splitsen met één zetel, dat gaat niet, hè. Sorry. De mogelijkheid, Platform 31 heeft becijferd dat een inzet op splitsing ongeveer 5.000 tot 10.000 woningen extra per jaar zou kunnen opleveren. Maar ik waag dat zelf wel enigszins te betwijfelen. Ik vind het een erg hoog gekozen aantal. Tegelijkertijd zijn er echt wel mogelijkheden van splitsing die met name binnenstedelijk echt wel iets kunnen toevoegen. Zij het dat je dat niet weer moet willen in de oude stadswijken, want daar willen die gemeenten, en dat is ook wel terecht, denk ik, nou juist een beetje van de splitsing af, want dat leidt vaak tot verkamering, tot, het volstoppen van toch al veel te kleine woningen met veel te veel arbeidsmigranten. En nou ja, de wijk Karnisse is hier langsgekomen. Dat was mijn wijkje waar ik als eerste een huis kocht, als beginnend leraar van de woningcorporatie, notabene, maatschappelijk gebonden eigendom voor 64.000 gulden. En ik denk dat daar nou een multitude aan mensen uit Bulgarije woont, in datzelfde huisje. Dus ik denk dat niet altijd een zinvolle toevoeging is aan stedelijke ontwikkeling. Maar het kan wel. En dus gaan we het ook doen. En ik heb u ook toegezegd dat ik daarop terugkom. Maar ik ben er nog niet, ik ben er nog niet uit hoe ik dat nader zou kunnen stimuleren op een manier die niet de leefbaarheid van steden onder druk zet. De laatste interruptie van meneer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ten eerste heeft BVNL 3 zetels. Nou, het valt ook niet te splitsen, maar althans, we gaan het niet proberen. Maar dan het splitsen van woningen. Ja, daar is toch een grote misvatting over wat splitsen van woningen is. Splitsen van woningen is niet verkameren. Splitsen van woningen is ook niet het volstoppen met heel veel mensen. Dat wordt gewoon door het bouwbesluit beteugeld. Je kan daar beperkingen op zetten. Je kan zeggen, nou, er mogen niet meer dan zoveel mensen wonen. Je kunt zeggen, één persoon moet minimaal zoveel vierkante meter hebben. Maar het gaat erom dat er in het verleden grote woningen zijn gebouwd. En dat het best wel logisch is, zeker als ouderen kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld bejaardentehuizen Nieuwe Stijl, dat je bijvoorbeeld een woning van 300 vierkante meter splitst in 4 woningen van 75 vierkante meter. En dan nog steeds hoef je dat niet vol te stoppen met 20 mensen, 20 arbeidsmigranten. Nee, natuurlijk niet. Er gaan gewoon 4 gezinnen wonen in plaats van 1 gezin. En dat moet je natuurlijk als overheid begeleiden. Maar als je dat met de goede randvoorwaarden doet, dan kan dat inderdaad. Nou, ik geloof dat er net gezegd werd 10.000 tot 15.000 woningen. Ik verstond het niet helemaal. 5.000 tot 10.000 woningen. Nou, dat draagt enorm bij. En als er nu ook nog ingaat op al die andere zaken, zoals woningdelen, bestemmingsplannen, verdieping erop, kostendelersnorm, dat soort dingen, dan heb je overal 5.000 tot 10.000 extra woningen. En dat helpt enorm. Maar het is te makkelijk om daarvan af te zien door te zeggen, ja, nee, maar ik woonde daar toen en nu wonen er 10 Bulgaren. Nee, natuurlijk niet. Dat moet je natuurlijk voorkomen. Maar dat kan ook voorkomen worden in de wet. De minister. Het is waar. Hè? Dus je hebt verschillende vormen van splitsen. Splitsen kan uiteindelijk leiden tot verkameren. Hoeft niet verkameren te zijn. Je kunt ook 2 zelfstandige woningen maken. Overigens, onzelfstandige woonruimte is op zich ook prima om te creëren. Er is ook niks mis mee. Maar er zijn grenzen die gaan over leefbaarheid. En die grenzen moeten we helder markeren. Moeten we ook gemeenten instrumenteren om dan ook op te kunnen treden. En tegelijkertijd is er potentieel. Daar wijst u terecht op. En ik heb u al eerder toegezegd. Ik moet even terugzoeken in welk debat dat was en met welke termijn. Maar dat ik daarop terugkom. Op welke manier we het splitsen ook verder zouden kunnen stimuleren. Ook de andere elementen heb ik denk ik al wel eens eerder op gereageerd. Bijvoorbeeld
Ik kom erop terug. Ik kom erop terug. Die andere, die financiële regeling, waarvan u zegt... Stop, nou, ik ben het woord kwijt, voorzitter. Help me. Nee, splitsen hebben we gehad. Kostendelersnorm, ja. Ik kende alleen nog maar het lelijke framework wat ooit is bedacht, namelijk de mantelzorgboete. En ik dacht, ja, dat kan ik hier niet hardop zeggen natuurlijk. Dus de kostendelersnorm. Die is afgeschaft tot 27. Daar deed hij ook het meeste pijn. Een generiek afschaffen kost, ik denk, 500 miljoen. Dat is best een hele hoop geld. En best ook een hele ongerichte manier om mensen bij elkaar te laten wonen. Dat is namelijk een hele dure manier om mensen bij elkaar te laten wonen. Dus ik weet niet of dat nou de allerbeste regel is. Zal best een beetje helpen, hoor. Maar hij deed vooral pijn onder de 27. En daarom hebben we onder de 27 hebben we hem afgeschaft. Als het gaat over het bijplaatsen van woningen op een erf bijvoorbeeld. En daar de bestemmingsplannen in makkelijker maken. Dat kan al. Wat we best zouden kunnen doen, heb ik u ook al toegezegd, is te kijken waar zitten daar eigenlijk de belemmeringen voor. Volgens mij heb ik u dat al toegezegd. Laat ik u gewoon toezeggen dat ik op al dit type suggesties die u heeft gedaan in het vierde kwartaal met een brief, Tom, of een van de brieven uit het vierde kwartaal aangrijp om op deze suggesties te reageren. Dan kom ik ook echt een keer goed en concreet en grondig terug op de suggesties die u doet. Voorzitter, ik ga naar mijn blokje 2, want ik heb ook nog een blokje 3 namelijk te gaan. En ik voelde uw hete adem in mijn nek. De prestatieafspraken. Ik ben echt heel dankbaar dat we die hebben kunnen sluiten vandaag. Omdat dat voor 2 miljoen huishoudens ruim gewoon geweldig goed nieuws is. Omdat dat voor 500.000 mensen die de laagste inkomens hebben, namelijk tot 120%, nog beter nieuws is. Omdat het voor hen echt leidt tot huurverlaging. Dus een aantal elementen daaruit om een aantal elementen daaruit te noemen. Beschikbaarheid. Op het terrein van beschikbaarheid gaan we werken aan de nieuwbouw van 250.000 sociale huurwoningen. En daar is een en 50.000 middenhuurwoningen tot en met 2030. En daar is een investeringsvolume mee gemoeid van zo'n ruim 60 miljard. En dat investeringsvolume is haalbaar omdat je de verhuurdersheffing afschaft. Daarmee komt er 1,7 miljard komt vrij. En daarmee is het potentieel, het investeringspotentieel, het leenpotentieel voor corporaties dusdanig verruimd dat er dus enorm kan worden toegevoegd aan nieuwbouw. Ten aanzien van de verduurzaming gaat het over 675.000 bestaande corporatiewoningen die toekomstklaar worden geïsoleerd, 450.000 bestaande woningen aardgasvrij en geen EFG-label woningen meer in 2028. Daar waar het gaat over het isoleren van woningen is ook de afspraak gemaakt. Als je woning dan toekomstklaar is geïsoleerd, gaat om die reden niet de huur omhoog. Nou, ik denk dat dat ook een fantastische afspraak is voor mensen. En ten aanzien van de betaalbaarheid, en daarom noem ik hem bij dit blokje, is er natuurlijk een groot probleem dat normaal de huren nogal gekoppeld zijn aan inflatie. En dat kan als de inflatie 2% is een prima regeling zijn, want geen interen op investeringsvolume en een redelijke matige huurontwikkeling. Maar met een inflatie van 8% is dat natuurlijk niet vol te houden. Dus we moesten een nieuw ankerpunt kiezen. En ik ben heel blij dat we daar het ankerpunt cao-loonontwikkeling hebben kunnen kiezen. Minus 0,5%. Want juist door minus 0,5% creëer je daarmee een autonome huurquotaverbetering die iedereen ten goede komt, generiek. En dat is dus in plaats van de in het coalitieakkoord gekozen huurbevriezing. Vind ik een veel betere afspraak voor de komende jaren. Daarnaast kiezen we voor een eenmalige huurverlaging voor inkomens tot 120%. Dat zijn natuurlijk toch de mensen die het meest in het rood staan als het gaat over hun huurquote. En als je die huren allemaal verlaagt, eenmalig naar 5,50... betekent dat voor hen betekent dat gewoon een serieuze verbetering van gemiddeld 6 tientjes in de maand, minder huur. In 2024 overigens, en ik weet dat de corporaties eigenlijk het liefst 2023 zouden willen, maar dat wil ik bezien in het kader van de augustusbesluitvorming, waar überhaupt alle koopkrachtmaatregelen opnieuw op tafel komen te liggen. Dus in ieder geval is de afspraak gemaakt bij de start van de introductie van de normhuren. En dat helpt. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Dat helpt. Dus alles op 2024. Dan... U heeft een interruptie van mevrouw Beckerman. Ja, en ik wil eigenlijk ook al mijn interrupties heel op inzetten. Voorzitter, allereerst over die 250.000 sociale huurwoningen die gebouwd gaan worden. Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt nu, ja, dat klinkt allemaal mooi. Maar als je tegelijkertijd doorgaat met verkoop, sloop en liberalisatie, dan blijft er netto maar ongeveer 100.000 woningen in de plus over. En dan kom je dus eigenlijk op het niveau van ongeveer 2013. Is dat werkelijk waar? De minister.
Dat laatste is sowieso niet waar, want als je 100.000 woningen netto in de plus hebt, dan kom je uit bij een netto plus. Maar het gaat om iets anders. We hebben afgesproken 250.000 nieuw te bouwen woningen. En 250.000 nieuw te bouwen woningen zijn 250.000 nieuw te bouwen woningen, plus nog de 50.000 van de middenhuur. En daarmee nemen de corporaties, dankzij de afschaffing van de verhuurdersheffing, de helft voor hun rekening van het aantal toe te voegen betaalbare woningen. Daarnaast, die 100.000 is geen afspraak in deze prestatieafspraken. En die heeft wel in conceptafspraken gestaan. En dat had als achtergrond dat, we weten natuurlijk dat een deel van de sociale huurwoningen is zo slecht, die moet gesloopt worden. Dus een deel zal er sprake zijn van sloopnieuwbouw. Dat geldt bijvoorbeeld voor een deel van die EFG-labelwoning. We weten dat er sprake is van verkoop, ik kom daar straks nog op terug. En dat is ook heel fijn voor mensen die best wel wat zouden kunnen lenen, maar onvoldoende voor de huizen die verder beschikbaar zijn. En die zouden daarmee toch toegang hebben tot betaalbare koop. En dat betekent voor hen vaak lagere maandlasten. Dus dat is heel fijn voor de mensen die daar wonen. Dat is natuurlijk een te verkopen woning. Die gaat daarmee, die verschuift daarmee van het sociale huursegment naar het betaalbare koopsegment. Dus op zichzelf genomen voor de doelgroep heel fijn. Maar dat leidt inderdaad niet tot de netto toevoeging. Kortom, 250.000 nieuw te bouwen woningen, dat is het doel. En de resultanten moet in ieder geval meer dan die 100.000 zijn. Maar 100.000 is geen doel. En wat ik dus nadat dit in de conceptafspraken heeft gestaan, ook met de gemeente heb besproken. Kijk, jullie maken zelf de afspraken in het kader van lokale prestatieafspraken. Als je vindt dat er een grotere netto toevoeging moet zijn, prima. Maak die afspraken dan op die manier. Met je corporaties, want dat zal ook echt per corporatie verschillen. Het aantallen sloopnieuwbouw bijvoorbeeld zal echt per corporatie verschillen. Hangt helemaal af van de kwaliteit van het huidige woningbezit. Dus ik ga daar sowieso geen doelstelling aan koppelen. En dus laten we, om alle misverstanden te vermijden, die 100.000 maar schrappen. 100.000 is gewoon eigenlijk een soort bodem geweest. Ja, en zo gold het ook, want dat was de vraag namelijk van u en van de heer Nijboer in het wetsvoorstel dat een paar weken geleden besproken werd. Daar was de norm, of de bodem, eigenlijk nog lager. Dat was namelijk gewoon geen min. Nou ja, dat is niet zo moeilijk om dat toe te zeggen, want een min wordt het niet. Het wordt een plus. De vraag is alleen, hoe groot kan de plus zijn op het moment dat je 250.000 nieuw te bouwen woningen neerzet en ervan uitgaat dat een deel van de woningen verkocht wordt. En dat is juist heel fijn voor de mensen die die woning kunnen kopen. En dat een deel van de woningen sloopnieuwbouw plaatsvindt. Overigens ook best heel fijn, want dat betekent namelijk dat er gewoon een betere kwaliteit woning voor in de plaats komt te staan. En ondertussen staat overal het ambitieuze streven om naar een plus te komen in de sociale voorraad. En dat is een enorme trendbreuk ten opzichte van het verleden van de afgelopen jaren. Mevrouw Beckerman. Ja, dat is zeker een trendbreuk, want de afgelopen jaren zijn de sociale huurders beroofd door 13 miljard verhuurderheffing te betalen. Dus die trendbreuk absoluut, voorzitter. Maar dat betekent nog niet dat dit ook gaat zorgen voor kortere wachtlijsten. Want als een minister niet kan zeggen hoeveel woningen er netto ongeveer bijkomen, dan is dus maar de vraag welk percentage van de woningen in Nederland straks sociale huur is. En je zegt, ja, het is niet zoals 2013, want het is een plus. Nee, omdat het in die tussentijd het aandeel gedaald is, voorzitter. En we zouden toch wel heel graag willen weten, want we zitten hier niet om te kijken hoeveel, om alleen maar, we zitten hier als controlerende macht. Dus wat wordt het? Hoeveel komen erbij? En wat gaat dat doen voor de wachtlijst? Want die zijn nu ellenlang. De minister. Ja, ten aanzien daarvan, kijk, die wachtlijsten zijn zeker veel te lang. De mogelijke verdringing aan de onderkant van de woningmarkt is ook veel te groot. Dus we moeten heel veel meer bijbouwen om de verdringing te verminderen. Om mensen die daar recht op hebben gewoon een plekje te geven in een goed huis. Ook een duurzaam huis met een acceptabele energierekening. En daarvoor moet er geweldig veel gebeuren in de nieuwbouw en in de verduurzaming van de woningen die we hebben. Dat is de afspraak die we vandaag hebben gemaakt. En daar willen we kiezen voor 250.000 sociale huurwoningen erbij, voor 50.000 middenhuurwoningen erbij. Dat is waar de corporaties hun nek voor uitsteken. En dat vind ik zeer bewonderenswaardig. 1,7 miljard is veel, maar met alle verlangens die we hebben is het ook wel weer snel op. En de onzekerheden zijn natuurlijk groot. Die 1,7 miljard leidt wel tot een ongelooflijk groot investeringsvolume. In totaal gaat het over 120 miljard, een kleine 120 miljard. Waarbij ruim 60 voor de nieuwbouw, ruim 45 voor de verduurzaming en jaarlijks meer dan 10
of opgeteld meer dan 10 voor alle huurmaatregelen. Kortom, het gaat echt over heel veel geld en de corporaties zetten daar hun handtekening onder. Wat u vraagt is, beloof nou niet alleen, of streef nou niet alleen naar die 250.000, maar zeg ook hoeveel dat er netto moeten zijn. Nou, dat had ik gedaan in die conceptafspraak, omdat ik daar had gezegd, het moet in ieder geval 100.000 netto in de plus. Daarvan zeggen gemeenten, nou, wij denken dat het best eens een beetje meer zou kunnen zijn. Sommige corporaties zeggen dat ook. Dus ik heb gezegd, nou prima, streef daar dan naar. Maak dan die afspraken op lokaal niveau. Maar om misverstanden te voorkomen dat 100.000 dan het nieuwe doel zou zijn. Dat was voor mij bedoeld om er een bodem in te leggen. Het nieuwe doel zou zijn, heb ik gezegd, nou dan gaan we hem eruit halen. Dan gaan we zeggen, je maakt over de netto toevoeging, maak je dan maar gewoon lokale afspraken. En het streven is in ieder geval de sociale voorraad te laten groeien. En ik denk dat dat op zichzelf genomen al een trendbreuk is geweest. En nogmaals, dat je een bodem ergens in een afspraak legt, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte. Het wetsvoorstel dat u met de heer Nijboer verdedigde in de Kamer, het initiatiefwetsvoorstel, legde de bodem bij geen krimp. Dus die bodem lag nog een stukje lager. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, krijgen we een heel lang antwoord, wat een groot deel dus niet de vraag was. En voorzitter, wij legden de bodem bij krimp, omdat we net ook hoorden dat, en dat zegt u zelf ook, dat het aandeel in gemeenten ook kan dalen. Dus dat gemeenten die verder kunnen gaan. We hebben het voorbeeld van Rotterdam Uitentena genoemd. Waar hele wijken worden gesloopt en mensen niet meer een garantie hebben op terugkeer, voorzitter. Maar voorzitter, ik krijg dus geen antwoord op de vraag of die wachtlijsten dan korter gaan worden. Want dat gevaar dreigt natuurlijk wel. Als gemeenten ook kunnen kiezen om wel door te gaan met sloop, verkoop en liberalisatie. Terwijl ze een wachtlijst hebben van 10 jaar. Minister? Er worden in Rotterdam geen hele wijken gesloopt. Dat is niet het geval. Ja, nou, ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar dat is niet een hele wijk. De Afrikanenwijk heeft nog steeds een sociale woningbouwpercentage van dik 80%. Dus laten we dat ook wel even op een goede manier weergeven. De toevoeging daar voor die Afrikanenwijk van middeldure woningen is denk ik echt een enorme upgrade van de wijk als geheel. Dus ik denk dat dat niet fair is om op die manier over iets heel ingewikkelds te praten. Namelijk over stedelijke vernieuwing in dat deel van de stad Rotterdam. Ik ken het toevallig net iets te goed om dit schouderophalend aan me voorbij te laten gaan. Dit was de wijk waar ik namelijk adjunct-directeur was op een basisschool. En heb toen al gezien hoe noodzakelijk het was dat we die wijk gemengder gingen maken. Dan ten aanzien van de plus. Kijk, er is natuurlijk een plus op het moment dat je 250.000 woningen in het sociale segment bouwt. En natuurlijk doe je iets goeds voor de wachtlijsten als je heel veel nieuwe woningen toevoegt. Dat is één. En daarnaast is in de 2/3 betaalbaar afspraak is er ruimte voor 350.000 woningen in het middensegment. Waardoor je doorstroming creëert. Door doorstromen komen er meer sociale huurwoningen vrij. En ook dat is van toegevoegde waarde om de wachtlijsten weg te werken. Daarnaast versnellen we door met alle versnelde opties als flexwoningen en transformatie aan de slag te gaan. Kortom, ik denk dat we echt het maximale doen om te zorgen voor een versnelling van de woningbouw, een versnelling van de woningbouw in het sociale segment, in het betaalbare segment, waardoor je doorstroom op gang krijgt. En ik denk dat dat iets goeds moet doen met de wachtlijsten. Dat kan niet anders. En overigens, dat moeten we doen ook, want die wachtlijsten zijn namelijk veel te lang. En we hebben de afgelopen tijd echt onvoldoende daadwerkelijk waargemaakt wat wel van ons verwacht had mogen worden, namelijk voorzien in voldoende sociale huisvesting. En dat is precies wat we dus nu wel doen. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, mijn laatste vraag. En voorzitter, misschien toch een opmerking over de Tweebosbuurt. Want daar is niet alleen een wijk gesloopt. Daar is ook echt een gemeenschap gesloopt. Mensen die stonden bij die sloopmachines en zeiden, hier wordt gewoon een hap uit mijn hart genomen, voorzitter. En wij hebben daar een heel protest georganiseerd. Hier is een motie aangenomen voor het recht op terugkeer. En dan hoorden we deze week dat de minister die niet onverkort gaat uitvoeren, voorzitter. Maar mijn laatste vraag wilde ik juist besteden aan die betaalbaarheid. Als de minister zegt dat die betaalbaarheid een groot probleem is, en dat zoveel huurders klem komen te zitten, en dat het Nibud juist waarschuwt, dat zijn niet alleen de allerarmsten, dat is een veel grotere groep. Hoe kan het dan dat er morgen gekozen wordt voor een huurverhoging in 2023, in 2024 en in 2025. De minister.
Laten we de discussie over de Tweebos maar eventjes in Rotterdam laten. Want daar gaan we vanmiddag denk ik niet uitkomen. Dat is één. Twee is, ik ben blij dat u nog eens terugkomt op uw uitspraak over de 2% morgen. Kijk, de inflatie. Normaal is huurverhoging is altijd inflatievolgend. In de sociale huur in ieder geval. Inflatievolgend en dankzij de wet Nijboer, die wel moet worden gewijzigd, vindt ook de heer Nijboer. Is het in de het geliberaliseerde deel is het inflatie plus 1%. Inflatie als anker was in normale tijden best een heel goed idee. Alleen in deze tijd geen goed idee meer. Laat onverlet dat de manier waarop de huurverhoging die morgen inderdaad ingaat is berekend, natuurlijk juist wel voor mensen in de sociale huur eigenlijk een huurverhoging is die enorm meevalt ten opzichte van de inflatie. De inflatie is 8% denk ik actueel. Dat is het, 7 een beetje, 7,8, 7,9. Terwijl de huurverhoging die morgen ingaat 2% is. Dus de huurverhoging morgen kost investeringsvolume aan de kant van de corporaties en is een hele gematigde huurverhoging ten opzichte van de inflatie. Hoe komt dat? Nou, gewoon door de berekeningssystematiek die we tot op heden hebben gehanteerd. Dat is namelijk een berekeningssystematiek waarbij je van december tot november kijkt. Wat is de inflatie gemiddeld geweest over de afgelopen jaar? En dat inflatiecijfer is vervolgens de huurverhoging die ingaat per juli het jaar erop. Kortom, omdat er met een gedateerd inflatiecijfer wordt gerekend, is er sprake van een hele matige huurstijging, waar ook nog door heel veel corporaties maatwerk op wordt toegepast. Kortom, ik deel niet dat de huurverhoging van morgen geen adequate huurverhoging zal zijn. Ik deel wel de opvatting dat we juist, omdat die inflatie heel veel mensen met een kleine portemonnee parten speelt, niet het anker kan zijn voor de komende jaren om met huurverhoging om te gaan. En toen hebben we gezocht naar een anker dat sowieso goed uit moet pakken, dat de onzekerheid wegneemt voor huurders. En dat is het anker van de loonontwikkeling geweest, waarbij we hebben gezegd, loonontwikkeling min een 0,5% is een veel beter anker eigenlijk om voor te gaan liggen voor huurders, vanuit het perspectief van huurders bezien. Omdat dat voor alle huurders in het sociale segment, en dat zijn er ruim 2 miljoen, ruim 2 miljoen huishoudens, betekent dit gewoon zekerheid over de komende 3 jaar, huurstijging. Kan ik die eigenlijk wel betalen? Ja, die kun je betalen, want die blijven namelijk altijd onder de cao-loonontwikkeling. Nou, ik denk dat gewoon hartstikke goed nieuws is. Daarnaast, voor de laagste groep, ook een huurverlaging. Hè? Dus de groep met een inkomen tot 120% sociaal minimum, een huurverlaging tot 550. Nou, ik denk dat deze betaalbaarheidsmaatregel, dus nog los van de gratis verduurzaming zou je kunnen zeggen, want dat is het namelijk, als je huur niet wordt verhoogd terwijl je woning wel wordt geïsoleerd, is dat gewoon gratis verduurzaming die zich uitbetaalt in je energierekening. Is het ook, als je alleen kijkt naar de huurmaatregelen, is dit sociaal huurakkoord van vandaag heel erg goed nieuws voor alle mensen in een sociale huurwoning. Echt heel erg goed nieuws. Ik kijk even naar mijn collega's gezien de tijd. Ik leg u 2 keuzes voor. Of we gaan nu door met de beantwoording van de vragen door de minister. En dat maken we af tot 5 uur. Maar als u zegt er is ook nog een tweede termijn nodig, dan kunnen we de minister vragen of hij de resterende vragen schriftelijk wil beantwoorden en toch de tweede termijn nu starten. Ik kijk even naar mevrouw Beckerman. Nou, voorzitter, ik vind het prima om de minister beantwoording te laten afmaken. Maar ik denk wel dat het verstandig is dat we dan het afronden met een 2 minuten debat volgende week. Zodat er ook nog moties kunnen worden ingediend. Daar is iedereen mee eens. Dat is snel. En meneer Van Hagen mag als eerste spreker die dan aanvragen. Dat staat vast. Eensgezind, kijk nog even 1 keer naar de collega's. Goed, dan geef ik de minister het woord om zijn vragen af te Ja, dan de verkoop. De verkoop van corporatiewoningen. Dat is een gevoelig thema. Want als de verkoop bedoeld is om corporaties daarmee maar hun eigen investeringsvolume te laten verdienen, dan leidt dat bij corporaties natuurlijk tot het idee van ja, maar dat is wel zonde. En als verkoop bedoeld is om de sociale woningvoorraad te doen verminderen, ja, dan zal iedereen analyseren, ja, maar kijk eens even naar de wachtlijsten. Dat is dus ook niet de keuze die het regeerakkoord maakt. Dat is ook niet de keuze die deze prestatieafspraken maken. Wat hierin wordt gezegd is, er zijn mensen die in een sociale huurwoning zitten die hem eigenlijk best heel graag zouden willen kopen. Omdat dat wel eens mindere maandlasten zou kunnen opleveren. Afhankelijk van de financiering natuurlijk die je krijgt.
Er zijn mensen in een sociale huurwoning die weliswaar wellicht niet hun eigen woning zouden kunnen kopen, maar misschien wel een andere sociale huurwoning zouden kunnen kopen. Dus wat we zouden moeten willen eigenlijk is met die verkoop van de sociale huur, met name mensen die nu huren, toegang te geven tot een betaalbare koopwoning. Ja, dus dat je hem verschuift van sociale huur naar sociale koop. Eigenlijk, dat is het idee. En daarmee ook mensen met een kleine portemonnee de kans geven op eigen woningbezit. Nou, dat is onder een aantal voorwaarden een goed idee. En de vraag is, hoe gaan we die voorwaarden dan daadwerkelijk invullen? En ook, hoe gaan we het aanbod aan deze kopers, deze potentiële kopers, daadwerkelijk op zo'n manier doen, dat men denkt, ja, dat is eigenlijk wel wat voor mij. Dat zou ik eigenlijk wel willen proberen. Nou, in die nationale prestatieafspraken ben ik daarom een aantal zaken overeengekomen. Dat Edes voor het einde van 2022 een leidraad ontwikkelt, in overleg met de Woonbond en in overleg met mij, van hoe corporaties actief op het verkopen van grondgebonden woningen aan huurders die dat willen en daar de financiële mogelijkheden voor hebben, actief kunnen worden geholpen. En daarna spreken partijen af dat in regelgeving wordt vastgelegd dat corporaties grondgebonden woningen die zij willen verkopen allereerst aan de zittende huurder en vervolgens aan andere huurders aanbieden, voordat die in de vrije verkoop gaat. En voor verkopen door corporaties aan huurders zijn gunstige condities gecreëerd waar corporaties gebruik van kunnen maken, zoals verkoop onder voorwaarden. Zoals mijn allereerste huisje in Carnisse. Maatschappelijk gebonden eigendom. Ik moest dat weer terugverkopen aan de corporatie als ik het zou verkopen. En op die manier willen we gewoon het heel praktisch mogelijk maken voor corporaties om dit te doen. Voor precies ook die doelgroep die daar het meest bij gebaat is, namelijk mensen met een kleine portemonnee die toch willen kopen. En onder voorwaarden die ook voorkomen dat er negatieve effecten optreden. Nou, en volgens mij is dat een hele zinvolle toevoeging. En dus aan het einde van het jaar kan ik terugkomen met die leidraad. Dan de fiscale bovengrens. Een buitengewoon technische vraag van de heer Geurts. Heeft hier ook mee te maken. Namelijk, daar geldt voor de verkoop van die woningen geldt een fiscale bovengrens van €240.000. En eigenlijk met de laatste prijsstijgingen is dat niet meer een reële grens. Ik ben die opnieuw aan het bezien en ik kom daarop terug in de loop van het jaar. In de loop van het jaar. Dan de nepsociale huur. Een aantal fracties refereerden daaraan. Daar zijn we bezig om een wettelijke definitie vast te leggen. En dat wil ik doen in het wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting. Aan het einde van het jaar wil ik met een voorstel komen hoe die definitie eruit komt. Om te voorkomen dat gebeurt wat de heer Nijboer schetst. Namelijk dat er allemaal woningjes worden neergezet net onder de liberalisatiegrens. Die onmiddellijk na de eerste indexatie uit de sociale huursector piepen. Dan de regulering van de middenhuur. Het woningwaarderingsstelsel. De botsproeven zoals we die nu doen, die gaan wel degelijk juist ook over het neerzetten van nieuw te bouwen middenhuurwoningen. Dat is ook nodig, want we willen dat investeerders aan boord blijven om die middenhuurwoningen te gaan bouwen. En daarom moet het woningwaarderingsstelsel ook voor hen gelden. Dus het zomaar even doortrekken van het bestaande woningwaarderingsstelsel naar de middenhuur, dat zal niet kunnen. Er zal altijd iets met een opslag of wat dan ook gepaard moeten gaan. En dat doen we nou juist om te zorgen dat we en reguleren en daarmee huurders beschermen tegen de excessen die we op dit moment zien. Maar ook door het voor investeerders wel aantrekkelijk genoeg te houden om die woningen te willen neerzetten. De heer Van Haga vraagt hoe verhoudt dat zich dan tot het eigendomsrecht, artikel EVRM, artikel 1 EVRM. Dat gaan we natuurlijk allemaal uitwerken in de wetgeving die hiermee gepaard gaat. En de wet moet 2024 ingaan. Dat betekent dat we hem aan het einde van het jaar op zijn minst in consultatie zullen moeten doen. Om te voorkomen dat we uit de tijd gaan lopen. Dus dat debat gaan we zeker hebben. Even kijken. Ja, dan kom ik bij de tijdelijke contracten. En dat was een vraag van de ChristenUnie. Kijk, er staat in het regeerakkoord de opdracht om te zorgen dat vaste huurcontracten weer gewoon de norm worden. Wat is nou de aanjager geweest van die flexibele contracten de afgelopen periode? Dat je gewoon kon vragen als verhuurder wat een gek ervoor geeft in het niet gereguleerde segment.
Daarom gaan we het niet gereguleerde segment juist wel reguleren. Dat is het antwoord op die analyse. Dus daarmee heb ik denk ik de prikkel weggenomen om tot die tijdelijke contracten te komen. En dat helpt om inderdaad van vaste huurcontracten weer gewoon de norm te maken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar het verbied, en daarnaast overigens daar waar tijdelijke huurcontracten in een gebied tot leefbaarheidsissues leiden, omdat er telkens maar weer nieuwe mensen van buiten inkomen, de bestaande woners telkens maar weer moeten uitverhuizen. Nou, u was in Karnisse geweest met dat voorbeeld. Ga ik helemaal vanuit dat dat een gebied wordt dat de gemeente gaat aanwijzen in het kader van goed verhuurderschap. En in die wet goed verhuurderschap zit die mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten, sowieso om slechte verhuurders buiten de deur te houden, maar ook om die tijdelijke contracten, om die terug te dringen. Dus ik heb op die twee mogelijkheden stuur ik eigenlijk om te voorkomen dat de ongewenste kant van tijdelijke huurcontracten, dat we die aanpakken. Helemaal verbieden zou je natuurlijk ook nog kunnen doen. Je zou eigenlijk de wet van, 2016 of zo, zou je helemaal kunnen terugschroeven. Maar ik ben daar niet voor, omdat ik beducht ben dat je daarmee ook die woningen die nu dankzij het hebben van tijdelijke contracten wel degelijk beschikbaar zijn, dat je die daarmee ook weer uit de markt haalt. Want als een verhuurder, bijvoorbeeld als je iemand die twee huizen heeft en die zit, zou dan vastkomen te zitten aan een huurder voor de rest van zijn leven in dat tweede huis die hij misschien wel heeft om daar later zijn kinderen in te laten wonen als ze studeren bijvoorbeeld. Ja, dan zou je dat type woningen zou je onttrekken juist aan de woningmarkt. En ik denk dat dat onverstandig is om in deze tijd te doen. De vraag is altijd een beetje hoeveel woningen zou dat dan eigenlijk omgaan. Maar ik durf dat experiment eerlijk gezegd nu niet aan. Want dat zou dus heel lelijk kunnen uitpakken juist voor huurders. Dus ik wil de beschikbaarheid beschermen van die woningen. En tegelijkertijd de downsides van die hele flexibele contracten, die wil ik aanpakken. Door de prikkel weg te nemen om tot flexibele contracten te komen. En om in die wijken waar dit echt een groot probleem is, om in die wijken de interventiemogelijkheid van de gemeente aan het wetsvoorstel goed verhuurderschap toe te voegen. Meneer Grimbis. Ja, voorzitter. Ik waardeer de inspanningen van de minister in het wetsvoorstel goed verhuurderschap en in het bieden van meer ruimte aan de gemeente. En daarmee is wat mij betreft nog niet echt volledig recht gedaan aan de afspraak uit het coalitieakkoord, waarin gewoon staat dat het vaste contract de norm is. En wat is er nou op tegen om als uitgangspunt te nemen, zoals het in de woningwet is geregeld voor de toegelaten instellingen, dat het vaste contract de norm is, met uitzondering van 1. Kort verblijf in verband met studie of werk. 2. Tijdelijk verblijf in verband met renovatie, dus wisselwoning. 3. Huurder krijgt een tweede kans of begeleiding. 4. Woningzoekende uit de maatschappelijke opvang of huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte. Dat zijn de 4 categorieën waarvoor een tijdelijk contract mogelijk is. Nou, gehoord het voorbeeld van de minister, kan ik me heel goed voorstellen dat iemand een tijdelijke woning heeft, dat je daar een soort van, of beschikbaar heeft, dat je een soort hardheidsclausule inbouwt. We zijn immers van de nieuwe bestuurscultuur en maatwerk. Maar door het niet verder in te snoeren, maken we niet echt het vaste contract de norm. Dus mijn vraag aan de minister is, wil je dit toch niet nog eens een keer te bezien? De VNG luidt aan de noodklok op dit punt. Edis heeft volgens mij een goede lijn hier ook te pakken. Wil de minister hier nog eens toch zijn tanden inzetten van of die nou echt op een goede wijze invulling heeft gegeven aan die uitspraak vaste contract is norm. En wat er toch nog meer mogelijk is ten opzichte van wat hij nu te bedden brengt. De minister. Nou, ik denk dat we dit debat gaan hebben bij het wetsvoorstel goed verhuurderschap. Ik denk echt dat daar in die wijken waar dat wetsvoorstel van kracht gaat zijn, met name de downsides te zien zijn van de enorme flexibilisering die we de afgelopen periode ook hebben gezien. Maar daar hebben we dus juist ook instrumentarium voor om het daar terug te dringen. De categorieën zoals u die noemt, daar kan ik in al die snelheid niet nagaan of dat inderdaad dekkend zou zijn voor alle situaties waarbij ik vermoed dat als je er niet in voorziet dat dat leidt tot onttrekking van woningen aan de voorraad. Ik denk in de combinatie van de bescherming van de aanvangsprijzen door met het wetsvoorstel middenhuur te gaan werken, in combinatie met het wetsvoorstel goed verhuurderschap, dat we daarmee eigenlijk een hele adequate invulling inderdaad kiezen van die uitspraak uit het regeerakkoord. Laten we het zo doen. We gaan dit debat hernemen bij de behandeling van het wetsvoorstel goed verhuurderschap. Dat is inmiddels of wordt inmiddels in behandeling genomen door de Kamer. Lang over gesproken. Dat gaat een boeiend debat worden. Ik bereid me nu alvast voor, nu ik weet dat u daarbij het vuur aan de schenen gaat leggen, ik bereid me nu alvast voor op de verdediging van de vraag, is dit een adequate invulling van de opdracht die u mij heeft meegegeven in het regeerakkoord?
En ja, dan weet ik mij voor de taak gesteld om u daarvan te overtuigen. En, nou, ik zie daar naar uit, maar ook een beetje tegenop. Dus ik ga heel hard studeren op een goede argumentatielijn. Meneer Nijboer, we hebben nog een kwartier. Ja. Ja, voorzitter, want ik heb er vandaag niks over gezegd, maar ben er ook al tijden mee bezig. Dit is echt een norm geworden, net als op de arbeidsmarkt. Dan krijg je ook eerst een jaarcontract en dat draait nu om. Maar het is echt de zekerheid van een woning, een jaarcontract, de huren, misbruik ervan. Iedereen die je maar kent, er is ook iemand op gepromoveerd in Groningen, de Woonbond. Iedereen zegt, hou er mee op. En ik vind het echt bij de minister passen en ook bij het regeerakkoord om daar wat aan te doen. Dus ik ben het zeer met de ChristenUnie eens, die het overigens met het amendement Schouten destijds mogelijk heeft gemaakt. Met de beste bedoelingen overigens, helemaal niks. Maar dat is nooit, het is echt niet uitgekomen wat de bedoeling was van die wet toe. Dus echt, het is echt verre van dat. Zelfs minister Blok, die zo rechts was als de neten, die zei, nee, maar dit moet niet de standaard worden en dit en dat. Ja, het is nu gewoon meer dan 50% van de huurcontracten is flexibel. Wilt u daar nog op reageren, ja, minister? Ja, op zijn minst door te zeggen dat ik me niet aansluit bij de kwalificatie over mijn zeer, zeer, zeer gewaardeerde oud-collega, de heer Blok. Echt zeer gewaardeerde collega, de heer Blok. En overigens door me aan te sluiten bij de zorgelijke observaties ten aanzien van het veel te vaak toepassen van flexibele contracten. Dus voor heel veel doelgroepen is daar echt veel voor te zeggen. Dan helpt dat gewoon. Maar het is veel te veel usance geworden. De inschatting is in het woononderzoek is dat het zo'n 29% is van de mutaties in de afgelopen periode. Dus niet het merendeel, dat wordt ook wel eens gezegd, dat is niet zo. Maar 29% is wel veel en veel te veel. Dus dat moet terug. En met 29% kan je niet zeggen dat het niet de norm is. Maar dat was natuurlijk ook nog voor de interventies zoals we die plegen. Als daar is de regulering van de middenhuur, als daar is de wet goed verhuurderschap. Dus nogmaals, ik zie mij gesteld voor de taak om inmiddels niet meer alleen de heer Grimmis, maar ook de heer Nijboer te overtuigen. Ik weet zeker dat mevrouw Beckerman zich daar ook bij aansluit. Om u ervan te overtuigen dat het instrumentarium dat we op dit moment gaan hanteren, het adequaat instrumentarium is om te voldoen aan de opdracht om van vaste contracten weer gewoon de norm te maken. Succes. Dan de heer Klaver vraagt, verduurzamen, zou je echt veel eerder al iets aan kunnen doen? Want dat zit nu al heel erg vast aan 2030. Ik denk dat ik daar graag aan toe wil voegen, alles wat we doen op verduurzamen in het sociaal huurakkoord. Dat is echt verreweg het gros van de huurwoningen natuurlijk. 2,2 miljoen woningen gaat het over als we het hebben over wat de sociale verhuurders daar te verhapstukken hebben. Het gaat over het afscheid nemen van de EFG-woningen in 2028. Het gaat over het toekomstklaar isoleren van 675.000 woningen. Het gaat over het aardgas vrijmaken van 450.000 woningen in die sociale huursector. Kortom, een hele grote bijdrage. En ook particuliere verhuurders zullen daar moeten geloven door de norm te zetten op 2030. En dat gaat natuurlijk al veel eerder, gaat dat ook zijn uitwerking hebben. Want als je 2030 wil halen, kun je maar beter morgen beginnen. Kortom, ik ben zelf wat minder somber. Ik denk juist dat de optelsom van wat we doen behoorlijk is. Daarnaast subsidiëren we natuurlijk ook particuliere verhuurders om hen ook te helpen. Kortom, ik denk dat er best heel veel gebeurt. Wat ik daar nog aan toe zou willen voegen, is dat we in de tussentijd ook kunnen kijken naar het woningwaarderingsstelsel. Hoe dat ook verduurzaming meer kan waarderen. Zodat het ook voor particuliere verhuurders beter rendeert. Want er moet wel gezegd, voor particuliere verhuurders is natuurlijk wel gewoon sprake van een split incentive. Dus dat woningwaarderingsstelsel moet er ook gewoon toe leiden dat het aantrekkelijk wordt om te gaan verduurzamen. Waarom wil de minister het loket voor de heffingsvermindering al op 1 oktober sluiten, terwijl de verhuurderheffing pas op 1 januari 2023 wordt afgeschaft? Het kabinet kiest ervoor om de aangiftedatum voor de verhuurderheffing te handhaven op 30 september zoals de afgelopen jaren. Een verschuiving van de aangiftedatum vergt een wetswijziging. Dat zou eigenlijk een beleidsintensivering zijn bovenop de afschaffing van de verhuurderheffing 2023, waarvoor geen dekking aanwezig is. Omdat ook niet aannemelijk is dat deze verruimingen een serieuze impact hebben op de investeringen, handhaaft het kabinet de aangiftedatum op 30 september. Nou, die woningen die komen er toch. En de verhuurders die vanaf 1 oktober projecten voltooien worden niet benadeeld door het vasthouden aan die aangiftedatum van 30 september. Want als het kabinet de verhuurderheffing niet zou afschaffen, dan zouden zij de heffingsvermindering in de aangifte over 23 kunnen verzilveren. En met het voorliggende voorstel hoeven verhuurders vanaf 23 in het geheel geen verhuurderheffing meer te doen. Dit is een levendig dispuut met corporaties, dat begrijpt u. Maar dit is wel de uitkomst van het dispuut. En overigens is de uitkomst de prachtige afspraken die we vandaag hebben kunnen maken, die leiden tot een enorm investeringsvolume van
120 miljard in 9 jaar tijd. Dat is unprecedented, zou ik willen zeggen. Wat is het budgettaire beslag van de vereenvoudiging van de huurtoeslag, vraagt de heer Klaver. Is dat een bezuiniging? Nee, het is geen bezuiniging. De hele hervorming van de huurtoeslag met alle afspraken in het regeerakkoord is een intensivering van 300 miljoen. Daar is 300 miljoen voor gereserveerd. Daarnaast is het ook nodig, helaas, om de eigen bijdrage van, met 4 euro te verhogen. Dat dekt dan het resterende budgettaire gat. Dus die hervorming op de huurtoeslag is geen bezuiniging. Er wordt geïntensiveerd. Maar wat wel zo is, is dat er mensen zijn die erop vooruit gaan en mensen zijn die erop achteruit gaan. En de investering die we dus vandaag doen met het sluiten van de prestatieafspraken, die dus voor iedereen sowieso profijtelijk zijn, maar voor de mensen tot 120% sociaal minimum echt een verlaging inhouden van de huur. Ja, dat zorgt er dus voor dat de groep tot 120% er niet op achteruit gaat. En ik denk dat dat heel verstandig is. En ik zal bij het in consultatie gaan van het wetsvoorstel, zal ik natuurlijk ook al die inkomenseffecten zal ik op een goede manier schetsen. En zonder twijfel, als we eenmaal de behandeling hebben van de totale hervorming van de huurtoeslag, zullen wij juist over inkomenseffecten veel komen te spreken, ga ik vanuit. En daar zitten gewoon plussen in, er zitten ook minnen in, daar moet je ook eerlijk over zijn. Maar er zitten heel veel meer plussen in dan dat er minnen in zitten. Dat is ook wel verstandig om dat op het netvlies te houden. En dan de wet Nijboer. Voor de vrije sector geldt inflatie plus 1. Nou, inflatie plus 1 is natuurlijk niet vol te houden. Vindt ook het kabinet, vindt ook de heer Nijboer. Dus er is al een wetsvoorstel in consultatie dat automatisme ongedaan moet maken. Daar moet iets nieuws voor in de plaats komen. Het nieuwe voor de sociale sector, nou, die nieuwe norm hebben we met elkaar bepaald. Het nieuwe voor de particuliere sector, die heb ik nog niet bepaald. Wat we wel willen is in ieder geval het automatisme eruit halen. En uit het feit dat ik erg enthousiast ben over dat nieuwe anker, zou u zich zomaar het idee kunnen doen vormen dat het nieuwe wat we willen voor de particuliere sector ook enigszins gebaseerd is op dat anker. Het kan niet hetzelfde zijn natuurlijk als de corporatiesector, maar dat begrijpt u ook. En ik kom gewoon met een voorstel wat daar op een goede manier aan tegemoet komt. En uiteraard heeft u daarover het laatste woord. Nou, u niet in uw eentje natuurlijk, maar u als Kamer heeft daarover het laatste woord. Dan, voorzitter, ga ik naar de vragen over de aandachtsgroep. Ik heb wel het meeste gehad, hoor. Ik ben wel over de helft, dat wel. Dat ter bemoediging. Ja. Wat we hebben gedaan is met het programma Een Thuis voor Iedereen. Zeer intensief. Eigenlijk alles wat we moeten doen op het huisvesten van aandachtsgroepen. We hebben het al wat langer over de statushouders gehad, maar dat is maar één van de aandachtsgroepen. Om het huisvesten van status van alle aandachtsgroepen echt te verbeteren. Want dat is te veel dringen op dit moment. En er staan te veel mensen achteraan in de rij. En je zou veel meer mensen veel sneller een mogelijkheid willen geven. En dat geldt voor alle aandachtsgroepen. En dat raakt uiteraard aan de woonvisies. Daar heeft mevrouw De Haan een punt van gemaakt. Die woonzorgvisies, ja, ik noem ze woonzorgvisies omdat dat inmiddels zo'n gangbare term is bij gemeenten. Maar u heeft wel gelijk, het gaat over veel meer dan alleen zorg. Het gaat ook over het gaat over het leven als geheel natuurlijk. Leefbaarheid als geheel, dat je zou moeten willen betrekken bij die woonzorgvisies. En, dat is een punt wat u benoemt, ze moeten voldoende concreet zijn om ook daadwerkelijk de basis te kunnen zijn voor de prestatieafspraken die je maakt. Het maken van woonzorgvisies wordt verplicht. Komt in de wet regie op de volkshuisvesting te staan. De manier waarop we woonzorgvisies maken, zijn we op dit moment aan het uitwerken met koplopergemeenten. En daarbij toetsen we ook op, is dit nou voldoende concreet? En datgene wat er aan wettelijke minimumeisen aan moet worden verbonden, komt ook gewoon in de wet te staan van, om het voldoende concreet te maken. Je moet je de prestatieafspraken op kunnen baseren. Dat is de bedoeling. En het moet ook gaan over de goede doelgroepen. Dus we moeten ook met elkaar de doelgroepen willen benoemen waar het over gaat. En doelgroepen moeten zich ook nog eens een keer laten definiëren. Omdat het anders nog steeds wazig blijft waar we het eigenlijk over hebben. En het nog steeds heel moeilijk is om te komen tot afspraken. Wat we daarnaast doen is dat we komen tot de verplichting om een huisvestingsverordening te maken. De helft van de gemeente ongeveer heeft op dit moment een huisvestingsverordening. De andere helft niet. En dat betekent, als je een huisvestingsverordening hebt, kun je veel beter sturen op de toewijzing van de woningen voor aandachtsgroepen. Dus er komt een verplichting om te komen tot een huisvestingsverordening. Kan er ook regie komen op de huisvesting van huisartsen? De huisvesting van huisartsenzorg ligt natuurlijk het voortouw bij de minister van VWS. En die heeft daar op 21 maart antwoorden op Kamervragen aan de Tweede Kamer gestuurd. Niet dat ik dat uit mijn hoofd wist, hoor. Dat hebben we wel eventjes opgesnort.
Ten aanzien van de 30%, daar is veel om te doen, ook in het land veel om te doen. En het is heel goed dat u daar een aantal vragen over heeft gesteld, omdat ik daar geen misverstanden over wil laten bestaan. Waarom doen we dat? Waarom schrijven we dat op? Dat is niet om in ieder project 30% sociale woningbouw te creëren, zeg ik in de richting van de heer Grimwis. Omdat dat maar zeer de vraag is of dat een passende en adequate oplossing is. Stel bijvoorbeeld die wijk waar nu 80% sociale woningbouw is. Gaan een paar straten worden gesloopt, komt nieuwe woningbouw voor terug als een project. Ja, als je daar weer 30% sociale woningbouw aan toevoegt, ben je denk ik onvoldoende bezig met het menger, het gemengder maken van die wijk. Dus dat is niet hoe we het moeten doen. En zelfs niet op het niveau van iedere gemeente, vind ik. Omdat als je kijkt naar een regio waarbij de grote stad dik 40% sociale woningbouw heeft en regiogemeente 20% sociale woningbouw heeft, dan is de allerbelangrijkste opdracht die er voor die regio is weggelegd, is zorgen voor een veel eerlijker verdeling van de sociale woningbouw. En dus moeten die omliggende gemeenten vooral een enorme stap voorwaarts zetten op de sociale woningbouw. Daar waar die grote gemeente misschien natuurlijk ook sociale woningbouw moet neerzetten, maar vaak een veel grotere opdracht heeft op het middensegment. Dus wat ik wil is evenwichtiger spreiding. Wat ik wil is dat iedere gemeente zijn eerlijke aandeel neemt. Wat ik wil is dat woningcorporaties, nu zij zoveel investeringsvolume hebben, nu ze 250.000 nieuwe sociale woningen gaan bouwen, dat die ook een open deur vinden bij die gemeenten die normaal heel vaak mij niet bellen, zeggen als woningcorporaties graag nieuwe sociale woningen willen neerzetten. Kortom, ik wil dat we gewoon veel eerlijker de sociale woningbouw gaan verdelen. Nou, vandaar dat ik heb gezegd 30% als een streefnorm. En ik vind dat iedereen daar naartoe moet werken. Iedereen daar naartoe moet werken die daar nog lang niet is. En daar gaan ze echt niet komen. Als je nu op -20% of -20% zit, ga je daar echt niet komen de komende 10 jaar. Dat zou betekenen dat je alleen maar sociale woningbouw neer gaat zetten. En dat gaat natuurlijk ook niet werken, want zo'n project is waarschijnlijk niet rendabel. Kortom, ik wil dat streven naar die 30% wil ik neerzetten in de regionale woondeals. Daar wil ik op een geloofwaardige manier dat die regio's daarnaar streven. En wat ik wil aan de kant van provincies is een stok achter de deur, dat die gemeente die zegt, nou, nee hoor, die nog steeds zegt mij niet bellen, dat je tegen die gemeente zegt, ik ga je wel bellen. Want je hebt echt ook een taak te doen, want anders is de taak voor de ander veel te groot. Dus zo wil ik het uit gaan voeren. En volgens mij is dat een evenwichtige manier van het doen. Ik denk dat dat ook een adequaat antwoord is op datgene wat de heer De Groot aangeeft. Kan het zijn dat een grote stad dus minder dan die 30% doet? Ja, dat kan zeker zijn. Die zal zeker ook nog wel sociale woningbouw gaan toevoegen. Dat willen grote steden nu eenmaal. Maar dat kan ook wel eens minder zijn dan die 30%. Omdat de grote stad vaak een veel grotere opdracht heeft op het middensegment. Heel veel zorg heeft dat het middensegment uit de stad verdwijnt. En die omliggende gemeente, ja, die moet op enig moment ook de provincie aan de telefoon kunnen krijgen. Op het moment dat die toch denkt, nou, voor mij eventjes niet. Ik zie dat er nog interrupties zijn. De minister is ook nog niet door zijn vragen heen, maar ik heb net even overleg gehad. De zaal moet echt om 5 uur leeg. Een aantal van ons heeft ook nog andere afspraken, dus dat is echt heel vervelend. Maar ik wil... Maar voorzitter, dat snap ik, hè? Maar dan zou ik wel graag willen weten hoe we op de vragen waar nog geen antwoord op gekomen is, hoe we daarmee omgaan. Ja, dat wilde ik nu net gaan voorstellen. Ik wil de minister vragen en zijn ondersteuning om die vragen inderdaad schriftelijk te beantwoorden. Waarbij het uiteraard ook de leden nog wel is toegestaan om daar ook in ieder geval nog een keer vragen over te stellen. Ik wil meneer Van Haga nog de gelegenheid geven om 2 minuten debat aan te vragen. Ik vraag graag een 2 minuten debat aan. Dank u wel. Dat dachten wij al. Dus dat is bij deze dan geregeld. Ik heb ook nog een aantal toezeggingen. Die zal ik toch nog even voorlezen. Ook al gaat een aantal collega's nu weg. De minister heeft in ieder geval 3 toezeggingen gedaan. Namelijk om in samenspraak met provincies te inventariseren wat het transformatiepotentieel is en dit te laten landen in de regionale woondeals. Dat is een toezegging aan meneer De Groot. De minister neemt in de staat van de volkshuisvesting die in Q4 naar de Kamer komt een stand van zaken op ten aanzien van de impact van de oorlog in Oekraïne op het volkshuisvestingsbeleid. Dat is een toezegging aan meneer Boulakjaar. De minister komt in Q4 terug op de suggesties die de heer Van Haga gedaan heeft, zoals splitsen, kostendelingsnorm, woningdeling en verdieping erop.
Dus die toezegging is aan de heer Van Hagen. Dan wil ik allereerst de minister heel hartelijk danken voor het beantwoorden van de vragen. Er staan er volgens mij niet zo heel veel meer open, maar die krijgen we dan, die krijgen we dan schriftelijk. Dank ook aan de ambtenaren voor de ondersteuning. Dank aan alle collega's, aan de mensen hier op de publieke tribune en de mensen die thuis en op het werk meekijken. En ook dank aan de bodes voor de ondersteuning. Dank u wel. Ik sluit de vergadering.